De speeltijd is voorbij. De grote crossen komen eraan. Dit is nummer 1 van de Hans Grohe Superprestige Veldrijden. We zijn in Ruddervoorde. Dames en heren, welkom vanuit Baliebrug. Dat is een gehucht van Ruddervoorde. Traditioneel is dit hier de aftrap van dit regelmatigheidsklassement al 15 jaar lang. Ruddervoorde, dat is eigenlijk een weidecross. U weet, het heeft heel veel geregend deze week. En wat wil dat dan altijd zeggen, Mark Janssens? Ja, Mark, we horen jou niet. Er is een technisch probleem, maar dat is allemaal niet erg. Ik denk dat je me net probeerde te vertellen dat het hier gedraineerd is. Dat het eigenlijk opvallend droog ligt. En de renners die klagen daar helemaal niet over. Dus we zien wel wat dat geeft. Ja, slijk. Ze gaan nog genoeg slijk hebben deze winter. Hè. Dus het heeft hier, als het hier niet regent de dag van de cross, dan heb je hier een natte omloop. Dat weten we allemaal. En ik zeg het, laat ze het nog niet klagen, de renners. En laat ze nog niet vragen naar de regen. Het gaat nog lastig genoeg zijn deze winter. Ja, goed. Alleszins, we gaan heel veel wijzer worden van de wedstrijden die al eerder op de dag gereden zijn. Bij de beloften, bij de juniores en zo meer. Laten we dus eerst kijken naar wat er gebeurd is bij de juniores eerder op de dag. Daar zochten we een opvolger van Mathieu van der Poel. Die vorig jaar het eindklassement won voor Van Aert en Soete. Van Aert en Soete zijn allebei belofte geworden. Maar Van der Poel die is natuurlijk nog junior. En wat gebeurt er dan? Wel, hij gaat dan meteen in de aanval natuurlijk. We zien iemand die nog kan aanklampen, dat is Quinten Hermans. Maar lang duurt dat niet. Kijk eens hoe autoritair alleen hij, dat is het einde van de eerste ronde hier, Mathieu van der Poel wegrijdt van Quinten Hermans. Maar dan heeft Hermans een beetje geluk, want kettingproblemen voor Mathieu van der Poel. En zo gaat Quinten Hermans, eerstejaars junior, zo komt hij terug tot bij Van der Poel. Maar kijk, dit is dan de reactie van Mathieu van der Poel, van de wereldkampioen. En dan een stibartje. U ziet al wat er gaat gebeuren. Heer en meester in het zand, in het gras, hier in Ruddervoorde. Mathieu van der Poel, de jongste zoon van oud-wereldkampioen Adrie. Quinten Hermans, hij vecht naar de tweede plaats. Hij zal er ook tweede blijven. En de sympathieke Kleppe wordt derde. Stibar, sprongetjes over die heuveltjes, je kon het niet laten. Nee, dat is wat ik leuk vind. Dus daar vind ik altijd wel een manier om mijn eigen leuk te maken in de crossen. Oefen je daarop? Ja, niet echt bepaald oefenen, maar als ik op training zo'n bultje zie of zo, dan kan ik het ook niet laten. Dus. Ja, en we gaan hem nog heel veel zien komende winter, Mathieu van der Poel. Dus nu al aan de leiding uiteraard in dat regelmatigheidsklassement. Wat hebben we hier nog gehad? Wel, beloften. Die zijn nog niet zo lang geleden aangekomen. Een flink peloton was dat hier van start ging in de Vrijgewijde Straat hier in Ruddervoorde. En daarna moesten ze door deze zandbak, de beloften. Ze waren met zo'n 60. Dat is een heel pak. Hier zijn ze. En het is veel draaien en keren. En dat heeft dan gevolgen natuurlijk. Kijk, daar zien we al iemand. Het is Aerts die daar blijft steken. En dan is het een hele opstropping. En er zijn daar veel renners die tijd verliezen. Laurens Zweek onder meer staat daar te voet. En wat is het gevolg? Iemand die gaat lopen, die profiteert van de drukte. Dat is Mike Teunissen, de Nederlander. Heel regelmatig, altijd al, vorig seizoen ook. Dit zijn de achtervolgers. En dit is het einde van de eerste ronde. En het hangt er al een beetje uit elkaar. Die achtervolgers zijn Gianni Vermeer, zijn kampioen van België, Wietse Bosmans. We zien dan ook nog Corné van Kessel, de Nederlander. En dan een beetje verder een groepje met Tijmen Eysink, Jens van de Kinderen en Dieter Zweek. Teunissen, die kijkt naar niemand om. Dit zijn achtervolgers, Bosmans en Vermeers. Die proberen de kloof een beetje onder controle te houden. En hier Michael van Toornhout, die rijdt rond de 8e, 9e positie. Van Toornhout, de winnaar van de tot nu toe enige gereden beloftecross van het seizoen vorige week in Kalmthout. Teunissen moet afstappen in het zand. Zijn achtervolgers, zoals een Bosmans, doen dat niet. Het is veel lopen. Kijk, naar beneden lopen, trap naar boven lopen, op de fiets. Meteen weer af de fiets. Het is een heel technisch parcours hier in Ruddervoorde. Goed bereidbaar, maar toch heel zwaar interval. Best lastig hoor. Hier moet hij over een balkje afstappen. Eens kijken wat Wietse Bosmans daar doet. Die is Vermeers kwijtgespeeld. Bosmans beter dan in Kalmthout. Zo lijkt het. Daar ligt die balk. En hup, die gaat erover.
Dus Bosmans beter in zand, beter op de technische stukken en toch loopt die Teunissen uit. En Bosmans moet daarna een beetje gas terugnemen. Wie komt daarbij? Michael van Turnhout krijgt daar een steuntje van Vermeers. Ook Jens Adams zit daar. En kijk eens, vier renners van BKCP Power Plus die in de achtervolging gaan op de Rabobank-leider Mike Teunissen. En komen ze dichter? Helemaal niet. Deze renners zitten nog wat verderop met Van de Kinderen, met Aarts, met Van Aert, met Dietersweek, met Van Kessel zat er ook nog. Maar zij komen er niet meer aan te pas. Het gaat tussen Teunissen en die vierenders van BKCP Power Plus. Pech voor Michael van Turnhout, die daar van fiets moet wisselen en daar een beetje voeling verliest met zijn ploegmaat. Die vier ploegmaats, ze vallen een beetje uit elkaar. En het is dan Jens Adams die voorlopig de beste papieren heeft. En met Mitsen Bosmans gaat het steeds slechter. Terwijl Teunissen kan gaan juichen, zakt Bosmans terug naar de zevende plaats. Ging erg goed. Johnny en Wietse die kwamen eigenlijk al wat tekort. Dus liep ik verder uit. En toen Jens erbij kwam, werd het nog even spannend. Maar daar maak ik heel net genoeg over. Begin je nu te dromen van ik wil dit seizoen domineren? Als dat lukt dan ben ik daar wel tevreden mee. Dat is wel de bedoeling natuurlijk, maar dat zal erg lastig worden. Ik moet zeggen, nu gaat het erg goed en als ik deze lijn doorzet dan is het altijd goed, hè. Graag gedaan. Mike Teunissen, vorig jaar al winnaar in Zogge, hier nu ook vandaag voor Adams, Vermeers. Michael van Turnhout was vierde en Bosmans werd in de laatste ronde nog bijgehaald door Van Aert. En Aert dus pas zevende plaats voor Mietse Bosmans. Laten we dan eens kijken naar de vrouwenwedstrijd. Ook de vrouwen hebben hier gereden. Ze hebben geen superprestige klassement, maar wel een wedstrijd uiteraard. Het zijn de buitenlandse meisjes die domineren met Nikki Harris. Daar zien we Grimberg, ook Hormuz Ravenstein, ook de Amerikaanse Dombrowski. Joyce van der Beek is de eerste Belgische in vijfde positie. En dan kampioen van België, Sanne Kam, hier in zesde positie. Het gaat goed met Nikki Harris. Zij won vorige week zaterdag al in Neerpelt. En ze heeft er zin in. In de tweede ronde heeft ze 20 seconden voorsprong op haar ploegmaat van Jong Telenet Fidea. Dat zijn Sophie de Boer en Amy Dombrowski. Sanne Kant heeft haar knie gestoten aan haar stuur en ze kan moeilijk kracht zetten op de pedalen. Harris die kan het wel. Ze draait de molen goed rond hier in het zand van Ruddervoorde. Een half minuut voorsprong heeft ze. Kijk naar de rechterknie van Sanne Kant. Zij probeert naar een tweede plaats te rijden, maar Sophie de Boer zit haar op de hielen. Het wordt moeilijk en ze heeft echt wel pijn, hoor, Sanne Kant. Het is afzien. Annieke Harris valt niks te doen. Zij wint. Sophie de Boer wordt tweede en Nikki Harris, it looked as a very easy victory, was it? No, not at all. I just wanted to go hard from the start, and then after one lap, I realised I had a good gap, so I thought, yeah, I want to keep on going. But it was hard work. You have a very happy face. Yeah, it's not bad. It was beginning of the season. I said I wanted a victory this year, and already I had two, so I'm quite happy. Ja, zo makkelijk was het ook niet, zegt Nikki Harris. Maar toen ik zag na één ronde dat ik een kloof had, dan ben ik maar verder gegaan. Maar het was best wel hard. En ik ben zeer tevreden, want mijn doel was dit seizoen op zijn minst één wedstrijd te winnen. Wel, ik ben al zover, dus dat is niet slecht. Voor we even onderbreken, vertel ik ook nog heel graag dat Eli Izerbiet de nieuwelingenwedstrijd won. Het was zijn vijfde zege van het seizoen. Welkom opnieuw, dames en heren. U kijkt naar de Sint-Godelievekerk in Ruddervoorde. Over een dik kwartier beginnen we aan de eerste manche van de Hans Grohe Superprestige. Wat vooraf ging, dat mag u eigenlijk vergeten. Het gaat nu om de punten, om geld, om prestige. Wie gaat hier winnen straks? Moeilijk te zeggen, nu al. Sven Nys, Kevin Pauwels, Niels Albert, zij zijn de favorieten. En gisteren waren die drie ook al eens gaan opwarmen in Laarden. En Chris Manaerts, jij was daarbij gisteren? Inderdaad, Filip. Ik was daarbij in Laarne en ik had gelukkig het juiste schoeisel meegebracht, want het was een ware moddercross. Een cross zoals in de goede oude tijd. Een cross zoals in de tijd van organisator Albert van Damme, zeg maar. En het was daar Sven Nys die als eerste de modder indook en de eerste loopmeters voor zijn rekening nam.
Hij doet dat graag in die modder, maar het was toch het duo van Telenet Fidea die al snel de kop overnam, Peters en Welles. Maar Albert liet niet begaan en al snel ging die in de achtervolging. Hij haalde ze bij en een ronde later zou Niels Albert al de grote motor aan doen slaan en hij zou vertrekken. En ze zouden hem niet meer terugzien. Voortdurend 15 seconden voorsprong op het duo Peters-Welles. Sven Nys die poederde ondertussen verder in die modder op de vierde stek. En ja, Tom Meeuwse en onze vriend Kevin Pauwels, ja, moddercrossen, dat is nog altijd niets voor hen, blijkbaar. Voor Albert wel, het grote vermogen van Albert kwam goed uit. Hij won in Laarne. Voor Welles, die uiteindelijk nog zijn ploegmaat Peters achterliet. Het was dus in ieder geval een hele zware cross in Laarne. Dat moet ongetwijfeld gevoeld worden in de benen. En we vroegen het meteen aan de winnaar van gisteren, Niels Albert. Gisteren was lastig. Maar iedereen heeft gisteren gekoerst, denk ik. Dus ik denk niet dat dat excuus mag zijn. Ja, buiten Klaas van Tornhout en Bart Arnouts. Maar ik denk dat de benen goed genoeg zijn voor kunnen op podium rijden. Je straalt van zelfvertrouwen, mag ik dat zeggen? Ja, de vorm is goed. Ik weet ook waarom het afgelopen weekend niet echt 100% was. En, daarom probeer ik dat vandaag te laten zien dat dat 100% is nu. En waarom was dat vorige week? Ik ben vrijdagavond van de rol gestapt. En ik heb daarbij mijn rug geforceerd. Ik heb daar om 10:30 bij de kraker nog gezeten. Ik zat met een geblokkeerde onderrug. En ik was daar zaterdag enorm slecht van. En zondag was beter. Ik denk dat ik mee toch wel de betere was van de koers samen met Sven. Maar hij was net dat tikkeltje rapper. En gisteren was alles oké. Dus. Je zwijgt daar dan ook over, hè, vorig weekend? Ja, ik wil dan niet als excuus gebruiken. Ik probeer overal mijn best te doen. En uiteindelijk bij nader inzien heb ik daar toch meer last van gehad dan dat ik dacht. Het is een parcours waar ik vaak al aan het langste eind heb getrokken. De laatste 2 jaar niet meer. Maar het is er zeker niet gemakkelijker op geworden. Hè. Heel veel bochtjes bijgemaakt. En slijk gaat dit hier nooit meer worden. Ze hebben het dit is hier gedraineerd. En hier moet het echt al regenen op het moment zelf. Want anders krijg je nooit geen slijk meer. Hoe groot is de ambitie om nog een 12e eindzege binnen te halen? Ik ben daar momenteel niet direct mee bezig. Ik weet niet of ik dan nog, of dat er nog in zit. Dan hoef ik me daar nu ook niet echt druk in te maken. Dat is iets wat op het einde van het seizoen wel zal zien of dat dan nog mogelijk is of niet. Maar het is niet een grote ambitie. Kevin Pauwels, hoe erg kijk jij uit naar Ruddervoorde vandaag? Oh, wat mag ik beginnen van mij, maar echt graag rijker eigenlijk niet. Nee, want vorig jaar was het hier echt wel heel slecht. De 13e plaats. Waarom gaat het vandaag anders zijn? Ik hoop het vandaag anders gaat zijn, maar oh, ik heb hier ook al wel goed gereden. Op BK heb ik hier goed gereden. Stond ik op podium, dus ik ken hem al best wel. Je zegt zelf, ik heb nog een aantal wedstrijden nodig. Wil dat zeggen dat het vandaag nog te vroeg komt? Dat zou een beetje zijn. Ik hoop van niet, maar oh, echt super is de conditie dan niet. Maar echt slecht gaat het ook niet zijn, denk ik. Tom Meeuwse, vandaag in Ruddervoorde geen modderpoel zoals in Laren. Dat moet je beter liggen, hè? Ja, vorige week in kalmtijd was goed. Een snelle technische cross. Vandaag is het denk ik zelfs nog iets technischer. Dus ik hoop wel dat ik er kan staan vandaag. Er wordt gezegd dat er al druk is op de nieuwe kopman van Telenet Fidea. Klopt dat? Nee, zeker niet. Ik snap niet waar ze het halen. Want de sponsor en het management van de ploeg die staan altijd achter mij. En die geven mij zeker nog een jaar respect om echt de man te worden van de ploeg. Mag ik zeggen dat Ruddervoorde eigenlijk jouw wereldkampioenschap is? Boah, vanaf nu is het ieder weekend een wereldkampioenschap. Inderdaad, te beginnen met vandaag. Een thuiswedstrijd voor mij, dus wel belangrijk. Maar het is voor iedereen belangrijk, maar wel plezant voor mij. Enorm veel supporters. Gisteren niet gestart in Laarne. Gaat dat het verschil maken vandaag? Wel, het van mij afhangen ging ik ook wel gestart hebben. Maar de ploeg had liever dat ik me vrij scheelt voor vandaag. Dus ja, ik steun hun argument daarin. We zullen zien, maar het is niet gezegd dat ik vandaag goed ben, omdat ik gisteren niet gereden heb. Heb je er vertrouwen in dat je fris genoeg bent? Ik voel me wel goed. Ik heb een goede week achter de rug gehad. Ik heb 3 wedstrijden gereden, 2 maal podium, dus ik kan zeker en vast niet klagen. Bart Arnouts, vorig jaar was jij hier de verrassende tweede. Kan dat vandaag ook? Ik hoop het wel.
Vorig jaar had ik, in het jaar daarvoor, had ik al wel in Rudevoorde echt een superconditie te pakken. Dat is dit jaar nog niet het geval. Dus ik hou wel in mijn achterhoofd dat het zeker niet vanzelfsprekend zal zijn. Maar ik hoop het wel. Het is wel een ronde die ik heel graag doe. En die de voorgaande twee jaar super goed gingen. Dus ik probeer het te herhalen, maar we gaan het zien. Ja, mijn generale repetitie is niet echt geslaagd geweest. Maar daarom ben ik, heb ik niet minder vertrouwen. Kom ik niet met minder vertrouwen naar hier. Dus het seizoen begint vandaag echt. En als het vandaag niet goed is, ja oké, dan is het zo. Ik heb geen excuses. Vandaag moet het gewoon kloppen allemaal. En ja, ik zal wel zien met welk resultaat ik vanavond naar huis ga dan. Wat doet dat om voor je eigen volk nog eens te rijden? Ja, het is heel plezant. Hè. Je hebt echt wel het thuispubliek achter je staan. En als het vandaag goed of minder goed is, dan blijven die mensen achter je. En dat is in een andere cross niet het geval. Dus het is wel leuk. Kijk, van dag tot dag. Dus, dat heb ik voor het seizoen ook al gezegd. Ik heb gisteren ook niet gespaard. Waarschijnlijk veel anderen wel. Ik heb gewoon volledig alles gegeven. En ik voel dat nu wel. Maar ja, we zullen het zelfs wel zien. Het is weer compleet iets anders. Volgens mij heeft het hier in Rudevoorde niet geregend. Als je ziet hoe een modderpoel dat gisteren was. En het verschil met vandaag is, ja, grandioos. Ik heb het heel de week zien regenen. Dus ik verwacht hier... ik weet dat de wei bewerkt is, maar ik had toch nog een klein beetje modder verwacht. Zoals gisteren in Laren? Ja, niet zo, maar toch wel een klein beetje. En dan kom je hier en dan ligt dat hier bij wijze van kurkdroog. En dan, En wat doet dat dan met de moraal van Rob Peters? Zit niet te goed voor het moment. Dus ik denk dat ik nog wel tijd heb voor mijn eigen te bezinnen in de motorhome. En we hopen dat Rob Peters daar nog een portie vertrouwen gevonden heeft in die mobilhome. Voilà, alle voorbeschouwingen zijn achter de rug. Alle vragen zijn gesteld. Alle veldritgidsen zijn gelezen. En toch zijn er mensen die vergeten zijn. De mensen die ook dag in dag uit, weekend na weekend op post zijn in het veldrijden. De veldritkinderen, de veldritouders, de veldritgrootouders en zoveel meer. Wij trokken naar hen in Laarne en vroegen hen of ook zij klaar waren voor de echte start van het seizoen. Het is een klein wereldje. Je kent, iedereen kent elkaar. 4 Nekkebroek. 10 Ageman. Ja. En 16 Alterman. Okay. Wat moet een goede commissaris kunnen? Rugnummers noteren, dat is wel de eerste vereiste. Uitrekenen hoeveel ronden dat ze moeten doen. Dat het daar geen 5 minuten naast kletst of zo. Mag je als commissaris een klein beetje supporter zijn? Nee, dat doe ik niet. In mijn binnenste wel, maar we mogen ons dat niet laten blijken natuurlijk. Hè. En wie is dat dan in je binnenste bij de profs? Wel, Nuis. Ben jij klaar voor het veldritseizoen? Ja, zeker. En hoe voel je dat? Ja. Vooral als je recht staat en je trekt op, dat geeft mij een redelijk goed gevoel. Ja, ik denk dat hij Sven IJs gaat opvolgen. Laat hem maar dromen. Hè. Ik ben nog niet in topconditie. Ik moet nog weer opbouwen. Zeggen die van mijn ploeg, dus ik ga nog komen. Zullen we wel zeggen, want de man waar we wel gaan moeten rekening mee houden. Wat heb je gedaan in het tussenseizoen om je goed voor te bereiden? Ja, nee, ik heb eigenlijk niks speciaal gedaan. Ik heb gewoon een beetje gemountainbiked, een beetje op de crossfiets gezeten. Maar ik heb niks speciaal gedaan. Spijtig als ze binnen 2 jaar gaan stoppen. Maar ik denk dat ik dan ga beginnen crossen, dus ja. U gaat niet zo snel verdwijnen van de cross. Nee, ik blijf nog altijd crossen. We gaan altijd de Nijs terugvinden. Ja, zeker. Hoe erg heb jij het gemist? Jongens, werkt het. Zondags, je weet niet wat doen, hè. Wat moet je doen, Thomas? Je kan toch altijd een kousen breien, hè.
Maar het zijn wel goede kousen, denk ik dan. Ja, 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 dat zijn warm kousen. Maar we zien je graag op de cross ook, hoor. Is die hier al de meteen het commando op zich neemt voor Kevin Powell. Dat zijn zo de eerste posities. Hoe lang heeft de zomer geduurd? Lang. Vlaanderen is ver van de zomer ook gevolgd, mountainbike. Er zijn weg best dringend te rijden, dus we volgen met een vette handschap door. Al dat te rijdt, volgen we. Mountainbike, gewoon de weg best rijden. Rondekens dat te rijdt, alles. Wordt op een steen, op boekhouding, alles. Dat wordt bijgehouden. En speciaal gaan dat voor elke wedstrijd. Die datum, die rit, die uitslag. En binnen 2 jaar, wat gaan jullie dan allemaal doen? Ik ben slager van beroep en ik ben deze morgen om 5:30 begonnen. Speciaal om 9:00 gedaan te hebben. En dus ik denk dat mijn renner de nacht lag te slapen. Uw wereldkampioen, uw applaus voor Niels Albert. Hij is klaar voor Ruddervoorde. Ja, zeker. En jij ook? Ja, ik ook. Ik heb nog wel een paar uurtjes werkzaamheid. Ja, groot respect voor Chris, voor de mechanieker, maar voor alle mechaniekers van alle renners, want het is indrukwekkend wat zij doen. Het hele winter. Nu is het s'avonds nog lang klaar, maar binnenkort wordt het koud en miserig en is het niet zo gezellig om aan die koude fietsen te werken. Ja, al het gebabbel vooraf heeft u gehad. Daar staan ze allemaal klaar. Met hoeveel zijn ze? Met 45 of met 49 liever staan ze hier aan de start in Ruddervoorde. Kijk eens, hier gebeurt het allemaal in de weiden van Marcel en Marie Pifferoen in de vrijgewijde straat in Ruddervoorde. 1 dag per jaar het centrum van de wereld. We overdrijven een beetje, maar laat ons het veldrijden maar wat opkloppen. We houden van deze sport. Waarom ook niet? U ziet de usual suspects vooraan staan. De grote namen op de eerste rij natuurlijk. En deze mensen staan hier op Ruddervoordeberg. Dat is het centrale punt op het parcours. Arnouds, Klaas van Tornhout op de eerste rij. Met nummer 5, met nummer 1, wereldkampioen Niels Albert. Gisteren winnaar in Laarne en zeker en vast gebrand om hier vandaag te winnen. Kevin Powels, voor hem is het nog wat te vroeg, zo zegt hij zelf. Maar dat zien we nog wel. Tom Meuse, Sven Heys, de kampioen van België en de kampioen van Ruddervoorde ook. Lars van der Haar staat hier zwaar op de eerste startrij. Dat piepjonge kleine Nederlandertje. En uiterst rechts Rob Peters. En Lars van der Haar, hij lijkt me al heel zenuwachtig gedreven om van die start hier iets te maken. Het is een vrij lange aanloopstrook hier in Ruddervoorde. Dus een slechte start hoeft nog niet zo dramatisch te zijn. Maar we hebben bij de belofte gezien dat er vrij snel in het veld al enkele, ja, veel draaien en keren is. En wanneer je dan niet vooraan zit, verlies je wel tijd. Ze zijn weg. En dan gaan we eens kijken wie daar goed weg is. Jawel, Lars van der Haar. Meteen naar de leiding, de kleine Nederlander. De wereldkampioen bij de belofte vorig jaar. Met Powels in het wiel, met Van Tornhout. Dan Nijs in 4e positie, Meuwsen in 5e. En uiterst rechts ligt daar al iemand tegen de grond. Daar gaan we straks eens naar kijken. Maar eerst vooraan goed volgen. Moet hier veilig het veld inraken. Het is een beetje drummen daar. Het is, ja, dat was nog net achteraan. Klaas van Tornhout is daar ooit eens binnengereden. En meteen Meuse die nu naar voren schuift. Meuse over Van der Haar gegaan, over Powels nu. Tom Meuse naar de leiding. En ze zijn allemaal erdoor gegaan. Meuse naar de leiding. Nu hier de berg op voor de eerste keer. Het is 1 berg. En kijk eens, het is moeilijk hoor. Alleen de eerste 2 renners, Meuse en Powels, zijn daar naar boven kunnen fietsen. De anderen staan te voet. En het zijn die kleine dingen die het verschil kunnen gaan maken.
Hier staan ze gewoon stil achteraan met Kenneth van Komperol, man van de strijk. Met Revel, de Nieuw-Zeelander. En we gaan eens kijken rechts. Oeh, dat is Jury Adams. Jury Adams die daar tegen de grond gaat. Ja, slechte start van Jury Adams. En hij is niet meer opnieuw vertrokken. Maar ploegmaat van Jury Adams, Tom Meeuwse aan de leiding. Voorlopig hier, dus met Pauls, met Van Tornhout, Bart Arnhout. Dan de Nuelaar zit daar goed, Van der Haar, Nijs, Dieter van Tournhout, Van Amerongen, Schimunek. Hier Niels Albert Gerben, de knecht, Sven van Tournhout. De kampioen van Frankrijk zit daar ook, dat is Duval. Op en af, op en af. Zo gaat het hier in Ruddervoorde. En dat gaat beginnen wegen wanneer ze hier een ronde of 10 moeten gaan doen. Even omkijken, Zlamalik die daar even pauzeert, rust kan nemen. Maar hij toch moet wachten wegens die opstropping. Dan kan je even de ademhaling onder controle brengen. Deze renners hebben daar geen tijd voor, want er rijdt niemand in de weg voor hen. Oranje zit er ook. Ja, voet uit de pedaal. Allemaal trouwens bijna. Ja, en mocht het hier een beetje geregend hebben, dat zou veel verschil maken. Robert die stapte nog af boven, dus die had het gevaarlijk klein beetje gezien, omdat hem ook redelijk ver zat. We hebben al een duidelijk beeld, hè? Dus we hebben Tom Meeuwse, de technische coureur, omdat ik had ook al gezien dat Lars van der Haar eigenlijk redelijk goed mee was, maar hij krijgt hier ook een parcours dat echt weer al iets voor hem is. Hè. Het is keer, draai, heel technisch. Je ziet dat ook, hij is echt gedreven, hè. Dus die wil gewoon vechten. Hè. Ja, je zag hier Van der Haar nog driftig voorbij Jan de Nieuwelaar spurten. De Nieuwelaar die hier ja, als West-Vlaming ook goed wil presteren. De Nieuwelaar die ook in de wereldbeker selectie wil terechtkomen. En daarvoor is deze wedstrijd van groot belang natuurlijk. In theorie heeft de bondscoach nog een beetje tijd om zijn selectie te maken. Maar het kan best zijn dat hij dat na deze wedstrijd al gaat doen. Voor de wereldbeker eerste manches Tabor en Pilsen. Dus over 2 weken en 3 weken. Daar mogen de Belgen 9 renners afvaardigen. Normaal 8 per land, maar de wereldkampioen Niels Albert heeft sowieso startrecht. Oh, en voor een selectie telt elke wedstrijd gewoon. Hè. Niet alleen vandaag. Hè. Dus ze zijn al 2 weken bezig. Dus alles telt, hè. Kijk eens hier hoe mooi. Het is een trapje eigenlijk. Hè. Een trap. En ja, ja. Het is komen na een scherpe bocht. En dan, hop, dat zijn kunstenaars. Dit zijn kunstenaars. En ze doen het allemaal. Ja, niet allemaal. Schimunek deed het niet. Dus dat ik ook wel zeggen. Hè. Nu kom je in een categorie eigenlijk waar dat bijna iedereen dat kan natuurlijk. Hè. Het is ook niet echt over een balk rijden. Dus een trapje oprijden. Niet gemakkelijk, maar toch ietsje minder moeilijk dan over een balk rijden. Ja, wat het vooral moeilijk maakt, denk ik, is dat, het, dat die bocht daarvoor ligt. Hè. En hier dan de zandbak. Een prachtige zandbak, vind ik het. Ja, ook een beetje hoger gelegd precies. Hè. En een beetje langer gemaakt ook. Van der Haar die loopt. Zeker of het onzeker of het zeker. Pak hem van de vond het zeker of het onzeker. Hè. En Chris Manaerts in het veld met nieuws. Ja, over Bart Welles ook geen al te beste start. 28 seconden heeft hij al achterstand bij de tweede doortocht door de materiaalpost. Dat is niet al te best voor Bart Welles, die we inderdaad niet gezien hebben. Hier zit Thijs al zijn ploegmaat. We kijken uit waar nog. Hier zit hij. En ook Arno Jouffroy. Dat zijn de renners hier van Tilnet Fidea. Oeh, Rob Peters ook. Slecht. Ja, niet goed. En hier is dan Jury Adams. Die is toch terug in de wedstrijd. En kijk eens, die heeft al veel mensen, veel renners terug ingehaald. Of zou het dan toch niet Jury Adams geweest zijn die tegen de grond lag? Het kan ook Arno Grand geweest zijn. Dat is goed nieuws voor Jury Adams. Ik zou het straf gevonden hebben mocht hij daar al zo goed in het pak zitten terug. En wat we wel zien is dat Paulus momenteel toch een betere dag heeft. Hè. Hij heeft gisteren denk ik misschien zijn eigen een klein beetje gespaard in Laarden. 7-8 plaats of zoiets. Ja, dan moet het er vandaag maar eens uitkomen. Hè. En zoals we ook gezegd hebben, vandaag wordt er voor punten gebikkeld. Hè. Al dat hier al voorbij geweest is, de voorbije wedstrijd is eigenlijk alleen maar een beetje de motor warm draaien, zullen we zeggen. Een beetje aftasten, zoeken. Maar nu is het om te doen. Paulus is het ook zijn status verplicht. Hij is de nummer 1 van de wereld. Nummer 1 op de UCI-ranking. Wereldbeker gewonnen vorig jaar ook. Dus hij kan het zich niet permitteren om zijn seizoenstart te missen. Vanaf nu is alles belangrijk.
Zoals Klaas van Tornhout het in de gesprekjes vooraf ook zei, het is elke week een wereldkampioenschap. Dat is misschien iets wat overdreven, maar toch. Ja, wereldkampioenschap. Dat is nog iets anders, hè. Dat gaat nog twee per uur rapper dan dit. Maar ik denk dat het gewoon even afwachten is. Dat Albert en Nijs een klein beetje elkaar gevonden hebben, denk ik. Want Nijs zit ergens 6 de 7e. Albert zit daar nog op plaats of 3, 4 verder, denk ik. Als die elkaar gevonden hebben, ze beet misschien op de weg. Om dan die kloof dicht te rijden. En dan kan de wedstrijd eigenlijk pas echt beginnen. Ja, het is hier dat het nu kan gebeuren. Wie een slechte positie had, die kan misschien iets wat opschuiven terug. Ja, ze komen er redelijk rap uit. Ja, een bocht hier het allemaal. Het is er ook een klein beetje versmalt voor de renners. Ze hebben een beetje meer plaatsgelaten voor het publiek, wat dat maakt dat ze de bocht nog scherper aandraaien. En dan hoop ik dat ze straks, of misschien wel hopen dat ze sprinten, maar dat ze dan niet er zo snel gaan uitdraaien en vallen. Ja, het groepje met Sven Nys volgt hier op een seconde of 4. Dan heb je daar een groepje met Duval, met De Knecht, met Meisen en met Sven van Tornhout. Verschillende pakketjes hier. Dan het pakket met Thijs Al. Boulot zit daar ook in, Baastaans. En hier de kop van de wedstrijd terug met de twee renners van Sunweb Revo. Klaas van Tornhout die het nu overgenomen heeft van ploegmaat Kevin Pauwels. Bart Arnouts, laatste 2 jaar, tweede in Rudervoorde en hij staat er weer. En Tom Meeuwse. Maar hier komt het groepje Nijs dus met de nieuwe laren, met Albert die ook aan het opschuiven is. Met de heel attente Lars van der Haar toch nog altijd. En we zien die twee groepjes wel bij elkaar komen hier in de tweede ronde. Ondanks de technische omloop, ondanks het keren en draaien natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk een sprint als je dat doet, ook die remmen en zo. Dus het is eigenlijk een elke bocht een sprintje totdat die mannen eigenlijk een beetje de goede positie gevonden hebben. En dat ook de rest van de wedstrijd zal, of het verloop zal bepalen natuurlijk. Hè. Hier de man met de indrukwekkende snor, Alex Revel uit Nieuw-Zeeland. Hij sprak ons even aan voor de wedstrijd. Eigenlijk best sympathieke kerel. En hij gaat heel de winter hier blijven. Ik heb het gelezen. Ik dacht dat hij maar een paar wedstrijden ging blijven. Maar hij probeert heel de winter weer om toch te verbeteren. Dus. Chris? Ja, het is ook simpel. De man heeft enkel een one-way ticket. Dus ja, moet nog een beetje sparen om terug te kunnen naar het Nieuw-Zeeland. Trouwens, hier in de materiaalpost, het is hier op het einde van de materiaalpost, altijd dringen om als eerste die bocht in te gaan om dan die heuveltjes aan te snijden. Daarnet werd er flink gewikkeld. En wat mij opvalt is dat Niels Albert stelselmatig aan het opschuiven is. Ook een goede Thijs van Amerongen. Die hoopt van zijn rugproblemen verlost te raken, waar hij vorig seizoen de hele tijd mee kampte. Hij is naar Milaan geweest, naar de Belgische arts van AC Milan, Meerseman, die ook al veel wielrenners geholpen heeft met rugproblemen. Nu krijg je toch stilaan eigenlijk de betere bij elkaar, die echt bij elkaar komen. Hè. Hier Kevin Pauwels die teken doet naar zijn vertrouwensman, zullen we maar zeggen. Ja, Bart. Maar wat hij vertelde of wou duidelijk maken, wij weten het niet, maar zolang die Bart het weet, is het goed. Hè? Oh, ik had het indruk dat Bart ook een beetje met zijn handen in het haar zat. Hè? Niet echt begrepen eigenlijk, maar. De Knecht, is dat een nieuwe trui ook? Ja, bij de Orange Babies rijdt hij nu. Ja, het is een beetje zoeken ook, hè. Allemaal, of een paar, dat is toch mijn nieuwe trui dan. En de trui gaat open bij Thijs van Amerongen. Het is warm, het is inderdaad nog warm. En het is dan een late start. Binnenkort opnieuw vanaf 3 uur start van de belangrijkste wedstrijd. Maar hier, we zitten nog in zomeruurregime. Het kan nog. En het is zelfs nu nog te warm. Wanneer de temperatuur toch aan het zakken is. Rond een uur of 5, 6. Ja, een graad of 14, 15. En dan zakt dan een beetje. Het is misschien te warm op de crossen. Maar je kan rond deze tijd van het jaar nog even goed nog 20, 25 hebben. En dan is het helemaal niet aangenaam. En kijk het volk hier staan. Hier zien ze het meest. En daar is dat trapje dat we daarnet close in beeld zagen. Kijk, we zien ze daar allemaal wippen. Het is echt niet makkelijk hoor. Maar dit zijn profrenners. Het is concentratie, hè.
Het is even de bocht insnijden, er goed proberen na te komen. Hopen dat je voorwiel niet wegschaaft en dan even concentratie. Dat je je voorwiel erop zet in plaats van er tegen, want dan bost je gewoon terug. Spektakel en mooi camerawerk ook. En hier nog een lang lint, maar het lint wordt korter. Van Amerongen een sluitrij en dan een klein kloofje. En hier, Pauwels heeft zijn wissel gehad. Dat zal het geweest zijn. Ja, misschien een andere keuze van banden. Ja, of een beetje meer of minder druk hebben. We weten niet meer wat ze gestart zijn. Maar het zal wel sinds toch met de banden te maken hebben. Ja, wij zeggen altijd banden, maar ze rijden uiteraard met tubus. Maar onze Nieuw-Zeelander vertelde mij, ik vroeg hem met welke tubus rijdt. Ja, ik rijd met banden, zegt hij. Maar heeft gisteren van iemand dan toch wielen gekregen met tubus, dus vandaag start hij met tubus. Ik heb trouwens gelezen dat hij een beetje les aan het geven was om de kosten te verdienen, of toch proberen een ticket terug te verdienen dan. Ja, en al bij al, hij ziet er een rare snuiter wat uit, maar hij gaat wel zo traag niet. We kijken intussen naar de naam van de winnaar van onze sms-actie vorige week. Sebastiaan Philips uit Ledenberg heeft Ridley Mountainbike gewonnen. En Philip de Munk uit Eeklo de €1500 van het landbouwkrediet naar aanleiding van de sms-actie. Dus twee winnaars uit Oost-Vlaanderen vorige week na onze sms-actie in Kantuit. U kan nog blijven sms'en, u weet dat, de hele wedstrijd lang, de hele zondag lang, de hele week lang, zolang u wil. SMS het woord bike naar 6654 of cash naar 6654. En er komt toch een klein beetje afscheiding tussen de top 19, of zo zal ik zeggen, en de rest eigenlijk. Hè. En Chris, wat zie jij in het veld? Wel, ik sta bij Bart, mechanicien van Kevin Pauwels. Waarom heeft hij gewisseld? Klein maak een beetje aan de voren, maar niet zo erg. Maar wel erg om ermee te blijven rijden. Voor de laatste ronde, dus op zekerheid spelen. Pauwels lijkt de wedstrijd wat meer in handen te nemen dan de voorbije wedstrijden. Was dat een plan op voorhand? Het is de eerste klasse menscross en wat moet het gebeuren, dat is de start van het seizoen. Oké, veel succes. Ja, mankementje. Je kunt het risico nemen en met die fiets blijven rijden. Maar als je met die fiets de twee laatste ronden nog moet gaan wisselen, dan gaat het je positie in gevaar brengen. Dus je kunt het beter in het vroeg van de wedstrijd doen, zoals nu. En dan terug proberen je positie in te nemen en op te schuiven. Maar voorlopig is er echt nog niks aan de hand. Want we zitten hier met een renner of 9 bij elkaar, denk ik. En hier kan alles nog gebeuren. Hè. Maar je ziet het effect wel. Hè? Kevin Pauwels reed aan de leiding. Nu rijdt hij hier in 7e positie. Het scheelt hem 6 seconden. Ja, maar ik denk niet dat hij echt zenuwachtig is. Voorlopig, zoals ik zei, ze komen hier met 9 man bij elkaar. En ja, als je dan 6e of 7e zit, oké, dat is misschien niet de ideaalste positie. Maar beter nu wisselen dan in de laatste ronde of de voorlaatste. Ja. Het valt nu toch ook stil, dus eigenlijk komt deze troepje terug een beetje bij elkaar, een beetje op adem komen, om dan terug de volgende ronde aan blok aan te vatten. Ja. 7 man, en dan krijgen we het groepje van 3 met Jan de Nieuwelaar, met Simunek, met Sven van Toernout die omkijkt. Hij ziet Bart Welles komen met Gerben de Knecht. En dan een lang lintje met Zlamalik, met Maizen, met Jim Arnouts die daar ook zat. En met Thijs Al. En dan Duval en Boulot, de twee Fransen. Duval is de kampioen van Frankrijk, heeft nog niet te veel gereden dit jaar. Hij zat zonder fiets en een wielrenner zonder fiets, dat is een probleem natuurlijk. Nou, ik heb ook Rob heel ver zien zitten. Hè. Dus zoals we uit het interview voor de start al hoorden, had hij een loop slijt verwacht. De moraal was er niet. En ja, hij is precies ook, hij heeft hem nog niet gevonden. Hij zit heel ver. Ja, hij was hier afgelopen maandagavond ook naar Rudervoort gekomen, naar de persvoorstelling van deze wedstrijd. Het is trouwens een jubileumwedstrijd. Niet alleen 15e keer superprestige, het is gewoon 25e keer organisatie hier in Rudervoorde. En dat werd gepast, gevierd. En ja. Slipperke van Lars van der Haar. Ja, die is een fiets vergat. Ja, maar ook heel snel was. Hè. Dus ook heel snel herstelde eigenlijk. De fout die hij maakte eigenlijk, ook ten opzichte van zijn concurrenten eigenlijk. Want als je zo'n nieuwkomer ergens tussen komt, ja, dan moet je niet... Oh, een valpartij daar. Van Toernout, denk ik. Ik denk Dieter Sven van Toernout inderdaad. Ja, het begint een beetje gladdig te liggen misschien. Hè. Ook omdat de temperatuur een klein beetje begint te zakken. Dat is Baastaans. Hier Baastaans, dat is, ja, nog, dat is dan nog een andere valpartij. Want Sven van Toernout was meteen vertrokken.
Ja, maar ik zeg het, dus de zon is in donder gaan eigenlijk. Het parcours wordt een beetje drassiger of vetter, zoals ze zeggen. En we gaan er nog zien, hè, die foutjes. Oh. Oei, oei. Dat is Simonek. Ja. En dat is al niet meer van even een foutje. Nee, nee, nee. Wat valt die man toch vaak? Arme Radomir. Dat is toch wel iets serieus. Ja, ja, want daar gaan ook zijn Hans Grohe superprestige punten die gaan vliegen. Dat wordt hier 0,0 vandaag voor hem. En nu krijgen we vooraan, die, ja, strijd intussen. Hè. Nijs en Albert zijn weg, of ze proberen weg te rijden. Nu moeten de anderen reageren. Die anderen zijn dus Van der Haar, dan Van Tornhout, Arnhout, Dieter van Toerenhout. Ja, en zoals we gezien hebben, Lars is toch de enige, of een van de eerste die het toch weer al het gevaar ziet. En ik heb het verleden week nog gezegd, dat is een manneke waar ze nog veel problemen mee gaan hebben. Hè. Dat is geen gemakkelijke, hè. Pauwels, een beetje te ver. En Bart Welles, die heeft goede benen als je ziet. Ja, ja, al waar hij komt en waar hij nu al zit. Ik wou net zeggen, hij was op kop gekomen van die tweede groep en is er al van weggereden zelfs. Bart Welles houdt ook van die parcours natuurlijk, heeft hier al 3 keer gewonnen. Tong uit de mond bij Bart Arnhouts. Maar dat bewijst dan ook voor Bart Welles. Wat hij eigenlijk heel het seizoen al aan het doen was eigenlijk. Hè. Dus hij heeft heel goed aangezet in het begin van het seizoen. Hij heeft al een paar prachtige resultaten gezet ten opzichte van andere jaren. En hij doet het hier weer al. Dus ik denk dat we in de toekomst toch nog terug iets meer van Bart gaan zien. Wat we nog niet gezien hebben de laatste jaren, denk ik. En wegrijden doen ze niet, Albert. Nijs en Van der Haar. Ja, de revelatie van het... Nou, het is nog vroeg, ja. Het is ook weer zo'n parcours om heel moeilijk om alleen te gaan rijden. Het is wel heel technisch keren draaien, maar probeer maar eens een half uur hier alleen weg te rijden. Dan moet het echt gewoon super zijn. En ik denk dat het nog iets te vroeg is. Maar Niels Albert rijdt waar hij graag rijdt. Dat is aan de leiding, dan kan hij zijn eigen tempo ontwikkelen. En soms gaat dat schroeiend hard. Ja, je hebt er ook alle vertrouwen in. Gisteren nog gewonnen. En verleden week 2 keer op zijn donder gekregen van Sven Nijs. Ik denk dat dat wel even aangekomen is. Niet alleen bij ons, maar bij alle renners ook. En ik denk dat hij dat vandaag en gisteren zo terecht zit gewoon weg. En nu eens kijken hoe Lars van der Haar die zandstrook verteert. Hij gaat er ook helemaal door. Dat is goed. Het gaat al iets moeizamer. Ja, ja, ook bij Tom Meeuws was het even vechten met zichzelf. Maar het is ook niet onderschatten wat ze hier doen. Evenwichtskunstenaars, allemaal. Toch beter eigenlijk. Hè. Dat is, het is niet vanzelf. Hè. Nee, je kan eigenlijk niet in beeld brengen hoe moeilijk het is om door zand te rijden. Heel moeilijk, dat kun je gewoon niet in beeld brengen. Dat is ook totaal iets anders dan in slijk rijden. In slijk, als je mistuurt, dan rijden we naar links en zijn we weg. In zand, als je mistuurt, ja, dan staat het stil. En dan krijg je ongelooflijk veel verzuring in de benen. Van der Haar die toch terug dat gat moet laten. Dat is gebeurd in die zandbak eigenlijk. Ja, maar dan maakt ook het verschil tussen die twee toppers en een Lars eigenlijk, die alles nog te bewijzen heeft bij die mannen. Hè. En ook het tempo niet aan kan verlopen. Hè. Chris? Ja, ik ben even tot op de heuvel gegaan en ja, het volk begint te voelen. Het zou wel eens een definitieve kloof kunnen zijn of toch de start van meer spanning in de wedstrijd met Niels Albert en Sven Nijs die nu resoluut de leiding nemen. En we gaan ze nog veel tegen elkaar zien strijden dit seizoen. En het is wel grappig, het veldrijden is groot geworden met de duels. Maar Sven Nijs, die blijft standhouden. Die gaat al 15 jaar mee. Al 15 jaar moet hij tegen iedereen vechten. En die zal blijven standhouden zolang dat hij aan de start staat. En dat is nog bijna 2 seizoenen. Ik kan me niet inbeelden. Ik denk, ja, ook niet Filip, dat Nijs aan de start gaat komen voor de 15e te komen rijden. Dat kan ik mij moeilijk inbeelden. Nee, inderdaad. En dat is maar goed ook, want Sven Nijs brengt gigantisch veel supporters mee. Dat is ook voor de organisatoren van groot belang natuurlijk. Wat gaan we doen? Rijdt Albert. Ja, einde van de
derde ronde. Van der Haar in de achtergrond gaat daar een spurtje trekken. Nog 6 ronden te gaan. We gaan hier totaal 9 ronden rijden. Nou, Lars heeft zich nog niet gewonnen. Hij gaat proberen terug naar de wiel te rijden en dan proberen nog een ronde aan te klampen. En dat is ook goed voor zijn punten natuurlijk. Ja. En dan weer ze kijken een beetje naar elkaar. De twee ploegmaats van Tornhout, Pauwels, Arnoud en Dieter van Tornhout. Nou, Meeuwse alleen, Van Amerongen alleen. Een grotere kloof dan. Dan is het wachten op Bart Welles. Maar die zien we nog wel terugkomen tot bij deze twee renners. Zonder ongelukken wel, denk ik. Jim Arnouds met de Nubelaren, met de Knecht. Terug drie leiders. Ja. Het temporiseren van Nijs Albert is de redding geweest van Lars van der Haar. Die dan ook wel veel geleerd heeft uit deze ronde, denk ik. Van, daar rijden ze me los, ik moet zien dat ik het anders aanpak. Misschien kan hij wel eens als eerste die zandbak ingaan. Ja, maar niet alleen leren, maar hij gaat ook nog heel veel leren. Nu met in het wiel te gaan zitten. Hij gaat Nijs en Albert bestuderen gewoon weg. Hè. Om heel seizoen nog tegen te rijden. Wat zijn hun sterke kanten? Waar hebben ze problemen? Waar dit, waar dat? Dat kun je niet als je in de 20e positie rijdt. Dus. Chris? Ik sta bij Jurgen Mettenpenningen, de ploegleider uiteraard van Sunweb Revoort. Het momentum lijkt aangebroken en ze zitten er niet bij. Hè? Ja, inderdaad. Ik zie dat momenteel Nijs en Albert ietsje beter is. Maar goed, Kevin heeft het toch gezien, denk ik. Hij gaat nu aan de leiding in achtervolging, dus het kan nog. Maar het zou toch snel moeten gebeuren. Geeft de hoop nog niet op? Nee, absoluut niet. Maar het gaat toch, bij nu een tweetal ronden gaat het toch moeten bij zijn, volgens mij. Oké, bedankt. Jurgen Mettenpenningen. En voor onze Amerikaanse kijkers, die ik weet dat er redelijk wat zijn die ons via internet volgen. Jonathan Page, die is hier al als 20e voorbij gekomen, nu pas, dus dat is toch ook wel op een bijna 2 minuten al. Jonathan Page, ja, pas uit de Verenigde Staten overgekomen. En laat ons het nog een beetje op jetlag steken. Ja. De uitleg van Jurgen gaat wel kloppen. Het zal het moment zijn voor Pauwels om in deze ronde toch de kloof zeker te halveren. Want anders denk ik dat het moeilijk gaat zijn. Hè? Want de eerste twee die gaan niet wachten. Hè? We kennen Niels heel goed. Niels rijdt altijd voor wat hem waard is. Kijk niet om, hè? Zoals je zelf zegt. Kop is zijn favoriete positie eigenlijk. Het zal heel snel moeten gebeuren toch. En dat piepjong broekje, dat rijdt erachteraan. Dit is de toekomst van het veldrijden. Vergeet niet, hij is eigenlijk nog altijd belofte. Hij mocht bij de beloftecategorie nog rijden wanneer hij zou willen. Maar het is verstandig van hem om nu alles bij de elite renners mee te rijden. Hij is er echt klaar voor. Hij had ook nog weinig te bewijzen bij de belofte, hè, uiteindelijk. Ja, vorig jaar wereldkampioen, Europees kampioen, kampioen van Nederland. Twee keer wereldkampioen zelfs. Ja. Wereldbeker, super prestige, hij won het allemaal. En ik vind dit toch nog iets anders dan dat ze dikwijls zeggen, bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel. Wat zit hier nog bij de junioren te rijden, die wint met 1-2 minuten, laat hij vroeger over. Dat vind ik nog iets totaal anders dan. Dat is 16, 17 jaar, hij is 21. Hij is toch wel veel sterker, zijn motor heeft dan meer meegemaakt. De rennersvrouwen, het is toch anders. De vriendin van Niels Albert hier, pech voor Marius Gil. Of nee, geen pech. Het gewoon te vechten in de achtergrond met Van den Bommel. Ja. Doodjammer voor de Pool. En dat is dan het nadeel van een snel parcours natuurlijk, zoals hier. Hè. Dan ben je ook direct heel ver achter. Op een heel zwaar parcours kan je dat nog wel compenseren. Maar hier is direct een kloof van 1 à 2 minuten. Hè. Ja, tenzij je dicht bij de materiaalpost bent, zoals Michael van Tournout in de beloftewedstrijd had. Ja, Lars die toch problemen heeft met hoge tempo, maar ik denk zijn hij ook. Ja, ik wou het juist zeggen. Niels Albert is weer even met het kopje aan het schudden en dan weten we wat eraan komt. De zandbak. En dan is het wie kan er het beste doorrijden. Hij zoekt toch het spoor van Albert. En Lars van der Haar, een halve zandbak achterstand.
En Paul is dus op komst toch? Ja. Hij heeft de bevelen van Jurgen Mettepenning gehoord. Hij moet ook wel. Hij heeft geen bevelen nodig. Hij is verstandig genoeg om te weten dat hij moet gas geven nu. Van Tornhout met zijn lange benen. Dat gaat goed. Arnoud die misschien een beetje aan het kraken is. En heel elegant Dieter van Toerenhout. Oh, oh. Dat is een ander beeld. Nijs die momenteel even niet wil duiver pakken, denk ik. Omdat hij ook gevoeld heeft dat Niels gewoon beter is en sterker. Want hij had net even een kluivelke van een meter of 4-5. Dus. Ja. En Chris? Wel, ik sta bij Christophe Roodhoofd. Is Niels Albert de sterkste man in koers? Dat weet ik niet. Ik denk dat Sven Nijs voor een moment ook heel sterk is. Maar ze moeten allebei een andere tactiek toepassen. En Niels is met zijn ding bezig voor een moment. Zijn ding is dat een paar meters pakken vlak voor de zandbak en dan in de zandbak proberen uitdiepen? Ja, de zandbak is een mogelijkheid hier. Het parcours wordt aangepast, veel meer kleine lussen. Wat het voor Niels niet makkelijker maakt. En de zandbak is een inspanning die hij goed kan. En waar hij wel mogelijkheden heeft. Maar hij moet dan ja, Sven wel onder druk kunnen zetten. De rugproblemen van vorig weekend zijn in ieder geval verleden tijd. Rugproblemen? Dat heeft hij ons zelf gezegd, vlak voor de wedstrijd. Ja, maar dat was een heel ander parcours. En, Zo ernstig was het. Ja. Dank u wel, Christophe Roodhoofd. Hilarisch. Tja. Wat moeten we daarvan denken? Ja. Dat er ofwel geen communicatie is tussen die twee, ofwel dat ze misschien een communicatieverantwoordelijke nodig hebben in de ploeg. Of grappig willen zijn voor die zetter, is natuurlijk, ja. Ondertussen Pauwels over Lars van der Haren gaan, zoals ik wel verwacht had natuurlijk. En nu ga ik het gewoon een beetje afhangen of als een klein foutje van Nijs, voet uit de pedaal, hier het alles van afhangen. Hè. Als ze op de weg gaan komen en Nijs gaat niet willen overpakken. Hier zien we het nog eens. Ja, achterwiel een klein beetje weg en dan, wauw, maar toch heel snel hersteld ook. En terug in het wiel. Hè. Ja, en ze komen hier terug naar de aankomstlijn. Einde van de vierde ronde. We zijn nog niet halfweg. Omkijken, waar zitten ze? Een Pauwels full gas erachteraan. En dan maakt dat we ze bieden kloof. Of dat de kloof gewoon een pak kleiner gaat zijn, ze bieden. Ja, we gaan hier eens kijken. Niels, die is niet echt wild. 5 secondjes maar hoor. Ja, ja. Dat is niet zoveel. Dan van Tornhout. En Pauwels kan het laatst mee terugbrengen dan. Van Toernout, Arnoud, hier Meeuwse van Amerongen. En Bart Welles eenzaam. Hij komt er niet zo rap bij als we gedacht hadden. Ja, maar dat bewijst ook dat het wel heel snel gaat natuurlijk. Hè. We gaan stilletjes naar de kopgroep van 5 terug, denk ik. Hè. Ja, we gaan die nog even proberen volgen. Ze zijn erbij terug. Ook omdat Niels Albert zegt van ja, hey Sven, je mag ook wel eens iets doen, anders trap ik ook niet meer. En dat is de redding van de redding voor Kevin Pauwels op dit ogenblik. En Lars van der Haar is ook blij. Dus nu gaat Nijs dan toch eens overnemen. Want hij is zo slim. En dat is ook een klein beetje de redding, denk ik, van Klaas. Hè, die het nu probeert toch terug aan te sluiten. Alhoewel, hij is er nog niet bij. En het zal sowieso moeilijk worden. Het zal van het tempo van Sven Nijs afhangen. Ja, maar de wedstrijd is eigenlijk nog maar net over de helft. Dus oké, het is half wedstrijd, maar het is nog, eigenlijk nog echt vroeg voor een definitieve aanval te plaatsen. Goed, half koers. Tijd om er even uit te gaan. Tot zo. Dit is de zandbak van Ruddervoorde. U heeft het gezien, we zitten nog altijd met 3 leiders. Niels Albert, Sven Nijs en Kevin Pauwels. Maar Van der Haar en Klaas van Tornhout volgen niet zover. En Pauwels is er weer af. Ja, Nijs heeft het tempo zeker niet laten zakken. Hè. Dus wat, ik had gedacht dat Nijs misschien nog even iedereen zou terug laten komen. Maar ze hebben elkaar heel goed gevonden. En nu gaan ze denk ik er gewoon voor gaan. Hè. Ja, hier zien we ze in het zand. Het was eigenlijk drummen dat ze deden om als eerste in die zandbak te gaan. Ja, ze gingen er eigenlijk zij en zij in. Hè. Nijs links, Albert rechts. En Pauwels
denk ik, heeft toch nog niet echt de benen, denk ik, om met deze twee te wedijveren. Ik denk dat we nog een week of misschien twee weken zich geduld moeten hebben. Maar momenteel gaat het niet zo snel. Mogen ze de bocht daar nemen, naar beneden lopen, omdat ze dan sneller naar boven weer zijn, al lopende. Chris? Wel even voor degenen die nog benieuwd zijn naar de toestand van Simonek. Die is uit wedstrijd gestapt en heeft zijn nek bezeerd bij die val. Laat ons hopen dat het niet te erg is. Elk jaar hebben we met Radomir Simonek van die problemen. Maar dit komt hem zeer ongelegen uit. Want zijn wedstrijden komen eraan over twee weken. Met Tabor en Pilsen. In eigen land. Op parcoursen die hem echt ook wel liggen. Heel goed kinesiste en zo verder en zo verder. Dus, Alex Revel. Ja, daar gaat hij neer. Maar hij valt zacht. Dat is het mooie. Dat is het mooie aan de zandbak natuurlijk. Dan zijn we dat daar ook toch heel veel stranden, hè, kinder. Zeer zeker. En Sven Nys, ja, inderdaad. Einde van de vijfde ronde. Nog vier ronden te gaan. En dan zal Albert wel een foutje gemaakt hebben, links of rechts, denk ik. 3 seconden, dat is niks. Maar achteraan kijken ze naar elkaar in de plaats van te koersen. Ja, dat krijg je dan. Hè. Lars van der Haren gaat zeker geen kop doen, omdat hij een jonge gast is. Pauls heeft niet de benen, denk ik, om met de twee eerste mee te gaan. En om het commando zelf te nemen of te blijven gaan zoals het moet eigenlijk. Ja, dan zit je natuurlijk in de problemen en dan wordt de kloof alleen groter. En Meus, die het hier de meubelen moet redden voor zijn ploeg voorlopig, want van Bart Welles gaat het niet meer komen. Hij krijgt de kloof niet dicht. Nee, Bart Welles rijdt er in 10e stelling op dit ogenblik. En dit zijn de twee koplopers. De dorpsgenoten. De rivalen voor het hele seizoen allicht ook nog. Hopelijk wel, hè. We zien alleszins Kevin Pauwels beteren met de week. Kijk even hier aan de aankomst, waar nog een groepje voorbij komt nu met Peters, met Jim Arnouts en met Zlamalik. Zwaarsleven, denk ik. Eens even voor de fans van de andere renners de passages doorgeven ook. Walsleben komt voorbij, Jan de Nieuwelaar met Boulot, met Jouffroy, met De Knecht, met Wubben. Dan Sven van Toerenhout, hier komt hij aan de streep met Tarmarka, met Thijs Al, dan Duval en Yuri Adams. Dat zijn de passages aan de streep en dan hebben we toch zeker de top 20 gehad. En dan komt Frans Hooy, ja, ook die man koerst nog. En Patrick van Leeuwen. En in het veld, Chris. En ik sta bij Jan Verstraeten, de ploegleider uiteraard van Sven Nys. Hij is aan een goede wedstrijd bezig. Hè? Sven is aan een goede wedstrijd bezig. Sven had gisteren een mindere dag. Maar vandaag staat hij er weer helemaal. Wat is het plannetje? Gewoon blijven volgen bij Niels Albert? Ik denk dat Sven de voorbije weken bewezen heeft dat hem van de spurt zeker geen bang moet hebben. Ze zijn met tweeën, steken ze er bovenuit. Dus hij kan perfect afwachten tot in de spin. Gaat een Robertje vechten worden om als eerste die zandbak in te draaien? Ik zag juist dat ze er met tweeën samen tegelijkertijd in gingen. Dat was wel knap om te zien. En Sven kwam er als eerste uit. Dus hopen dat dat de laatste ronde dan ook zo is. Bedankt, Jan Verstraeten. Ja, dat gaat nog mooi tactisch steekspel worden. Ja, hier is het al gebeurd. We hadden graag eens opnieuw gezien dat ze de aanloop naar die zandbak, het robbertje vechten, dat ze daar naartoe waren. Ja, het is wel Niels Albert die iets gaat moeten proberen, hè, zoals Jan ook zegt. Sven heeft bewezen dat hij 2 keer de snelste is. Wat dat niet elke week natuurlijk wil zeggen dat Sven in de sprint gaat winnen van Niels. Maar Niels weet wel dat hij daar gaat moeten van proberen weg te rijden. En hier zien de achtervolgers. Deze twee koplopers rijden, ze moeten daar maar eerst een ommetje doen, dus ze weten perfect. Oh, we hebben toch een behoorlijke achterstand al. Ja, en achteraan is alles bij elkaar gekomen. Die 5-6 renners door het toedoen eigenlijk een beetje van Pauls en van Lars om niet te trappen aan de aankomst, is eigenlijk al de rest een beetje teruggekomen. Behalve Van Averongen, Van Amerongen en Wallace. Ja, dat is niet altijd een voordeel natuurlijk. Nee, want
die parcours is zo technisch en zoveel keren en draaien, zoals we ook al zeggen. Met 6 man bij elkaar, daar gaan we niet lang kunnen volhouden op dit parcours. Hè. Nee, we zagen er ook even de tussentijden in beeld, maar vrij constante ronden worden hier gereden op deze omloop die er vrij droog bij ligt om een wijdecross te zijn. Dus al gezegd, gedraineerd hier. Het is eigenlijk een plezier om hier rond te fietsen. Hoewel, echt niet makkelijk. Ik moet misschien ook even zeggen voor de mountainbike fans, er was vandaag een wereldkampioenschap mountainbike marathon in verschrikkelijke weersomstandigheden. Heel zwaar parcours in Ornans in de Pyreneeën was dat. Daar ging de overwinning naar een Griek, Pericles, die won daar voor de Duitser Milat en de Tsjech Hinek. Er waren daar 4 Belgen aan de start. Belgisch marathonkampioen Kevin van Hovels was 17e in Ornans. Frans Klaas uit Leuven, die was 62e, die heeft daar een tijd met één schoen moeten verder rijden. Raf de Bakker, die volgde nog verderop en Robbie de Bok, die heeft opgegeven. Wat mij vooral opvalt is dat Nijs toch probeert elke keer eerst in de zandbak te zijn. Hè? Terwijl dan Niels eigenlijk toch een hele goede zandrenner is eigenlijk. Hè? Misschien ook daarom dat hem ook Nijs het laat doen, gewoon dat hem gewoon zijn eigen zodanig vertrouwt van oké, ik durf gemakkelijk in tweede positie die bak aansnijden. En proberen ook geen fout te maken. Ik ben zeker van mezelf. En dat is volgens mij hetgeen dat nu in Niels aan de kop rood gaat. Ja. Een groot groepje hier dus inderdaad. Met Dieter van Toernout die de rij sloot. En hier Thijs van Amerongen. Die nog niet te veel crossen gereden heeft. Was in Baden begonnen in Zwitserland. Maar is dan terug op stage vertrokken. Naar Mallorca, waar zoveel crossers midden in het seizoen naartoe trekken. Paulus is in het, zich toch een beetje losgewerkt heeft nu uit dat groepje. En het ook gezien heeft, ze zien elkaar constant rijden hier. Dat is het voordeel van deze omloop. Ja, ook voor de toeschouwers. Hè. Als je op een bepaald punt gaat staan, ze hebben het parcours toch een klein beetje aangepast. Ook dat op bepaalde plaatsen kan je ze 4 keer zien, dus gewoon voor hun neus eigenlijk. Dus ook een beetje aan de toeschouwers gedacht. Hè. Ja, deze kustmatig aangelegde heuvel. Ik weet nog toen ze die er het eerste jaar gelegd hebben. Dan gingen ze er 1 keer op, 1 keer af. Intussen gaan ze er al 6 keer op en af. De berg is al wat groter geworden ook. Misschien nog in een pijl liggen. Tegen volgend jaar. Och, laat het maar wel eens. Elke cross heeft zijn typische kenmerken. En zo'n charme. Ja. Wat ze dan ook vooral weten, het mag een ganse week regenen. Het gaat heel moeilijk zijn om hier slaag te maken. Ja. Regen tijdens de wedstrijd zal wel veel veranderen hier. Ik denk dat dat het geluk een klein beetje is, denk ik ook wel. Hè. Want als hier constant regen zou opvallen tijdens de wedstrijd of tijdens de vorige wedstrijden die al gereden zijn, ja, dan denk ik dat we een ander beeld hebben. Dat hebben we hier ook al in het verleden meegemaakt. Hè. Dat heb ik zelfs ook meegemaakt. Dat parcours hier op een half uur tijd van een parcours zoals vandaag gewoon omgewoeld weer naar een slechte wedstrijd. Dus het kan altijd, hè. Ja, ik herinner mij nog de eerste jaren dat Rudervoorde in de Superprestige kwam, was het elk jaar verschrikkelijk slecht weer. En ik denk dat we de laatste 8 jaren altijd een zomerdag gehad hebben. Nochtans ook dezelfde periode van het jaar. Ja, ik herinner me zelfs t-shirten weer. Nu is het net iets kouder, maar ik herinner me dat we hier gewoon in onze t-shirt rondgelopen hebben, hè. We zijn ook begin oktober nog maar. Het is hier serieus geëvolueerd ook. Hiertussen zijn duizenden mensen, allereerste keer 600 man, 25 jaar geleden. Die cross werd toen eigenlijk georganiseerd door een plaatselijke crosser die hier woonde, Chris de Vlaming. En omwille van hem organiseerde zijn vader een cross en hij vroeg aan vader en moeder Pieferoen, mag ik jullie weide gebruiken? Ik ga hier een cyclocross organiseren. En zo is het gebeurd, 25 jaar geleden. In 88 moet dat geweest zijn. Trouwens, Chris de Vlaming, je hebt er nog mee gereden. Hè? Ja, hij stond hier aan een inkomen. Zelfs ik gaf mijn badje aan en zegt ex-renners mogen langs de kant van de renners. Zegt hij. Ja, dat is goed. Zeg, wel, hij herkent me nog. Ja, hij kent me zeker nog. Ik ken hem ook nog. Weet je nog dat Chris de Vlaming was ooit eens voor een wereldkampioenschap bijna geselecteerd. Toenmalig bondscoach Bert Vermeijeren heeft uiteindelijk iemand anders gekozen in zijn plaats. Niet Chris de Vlaming, maar Mark Janssens nog naar het wereldkampioenschap. En won. Dus het was een goede keuze van Bert Vermeijeren.
Ja, anders had misschien Chris de Vlaamik wereldkampioen geworden in Tsjechië. Het is te ver, maar het zal niet meer komen, denk ik. Nee. Er zijn tussen ook een paar kilo's aangekomen, heb ik gemerkt. Meer als ik? Ja. Een zuchtende Van Amerongen, een klaarkijkende Bart Welles nog. Ja, Bart, jij nu toch aansluit bij Thijs eigenlijk, hè? Ja, maar drie ronden iets minder zelfs te gaan, dus... Wil hij nog opschuiven, dan moet hij zich reppen. Ja, maar het zijn wel belangrijke punten ook voor Bart, hè? Want Bart houdt ook niet echt van die droge omlopen. Hè? Bart is meer een slijke coureur ook, zoals gisteren. Dus ik denk, voor renners die niet echt van dit omlopen of van deze omlopen houden, is elk punt een punt. Hè? Dat zijn cadeautjes eigenlijk. Hè? Dat is een beetje een hakkel daar eigenlijk op dat berg. Het is een schuin kantje eigenlijk en daar hebben ze allemaal een klein beetje problemen. Maar dat kan wel heel belangrijk zijn van de finale. Ja, en versnelling opnieuw van Niels Albert. Ja, je moet er vanaf. Hè. En het is zo moeilijk. Je versnelt en dan moet je weer in de remmen. En dan kijkt hij om en dan zit in het wiel. Dus... Maar je moet er vanaf. Het is heel simpel. En hij weet dat ook natuurlijk. Hè. Ja, maar... Ja, moet toch een bergje achter, ja. Moet al wat toegeven. Ja, maar het is niet echt heel veel, hè, want ze komen dadelijk dan weer aan de aankomst en dan valt het waarschijnlijk weer een beetje stil en terug beginnen van nul. Maar wanneer dit in de laatste ronde gebeurt, die spurt gaat weer beginnen. Als ze nog bijeen blijven in de laatste ronde, gaat die spurt beginnen op een halve ronde van het einde. Ja, en dan gaat de zandbak toch wel bepalend zijn. Hè. Daar 5 meter pakken kan voldoende zijn. Hè. Paul is stilaan toch zeker van die derde plek ook. Ook belangrijk voor hem, heel belangrijk. Richard Groenendaal moedigt Lars van der Haar aan. Hier is Lars. Met een heleboel tijd. Een heleboel. Ik heb nog een jaar, 2-3 jaar. Heel makkelijk. Je hoeft zich eigenlijk niet echt zenuwachtig te maken. Hè. Maar ik ken Lars ook een klein beetje. En je ziet dat ook al. We hebben nu de tweede wedstrijd dat we hem echt zien rijden van... ik wil toch liever vierde zijn dan vijfde. Heel belangrijk van mij. Terwijl dat het... En hij was weer aan het versnellen, Niels Albert, maar dan schoot zijn voet uit het klikpedaal. Ja, hij is gewoon nice vol een bak onder druk het zetten. Hè. Elke bocht, achter elke bocht optrekken, sprintje. Kijk, hier zien we het nog eens. Albert die aan het doortrekken was en dan ja, slipte hij weg met het achterwiel en dan voet eruit. Schuine kant. We slagen hier vandaag in op de tweede. Hij blijft proberen, Niels Albert. Hij weet ook dat hij moet iets... Hij moet proberen zonder Sven Nys naar de streep te gaan. Hier de zandbak. Dat komt goed. Ja, er allebei. Hij kiest de sporen van Albert. Ja. Ik denk dat Niels gewoon 2-2 wil maken. Hij is verleden week 2 keer gewonnen, Niels gisteren. En ik denk dat Niels vandaag gewoon zegt van, voilà, we gaan er een exequo van maken. Ja, maar vandaag is wel de belangrijkste cross van die vier. Ja, maar dat telt niet alleen bij die mannen. Hè. Die mannen weten dat ze goed zijn. Hè. Dat is, het is ook het kopje dat telt. 2-1. Voor de lijst. Als dat 3-1 wordt, dat is toch niet zo plezant aan 2-2, denk ik, voor die mannen. En in theorie in de sprint is Sven Nys veel sneller dan Niels Albert. Maar af en toe spurt hij de hoek razendsnel, hoor, Niels Albert. En dat is de bocht natuurlijk voor de aankomst heel belangrijk. Voor de ruiten draaien. Hier Kevin Pauwels, positie 3. Daar zit hij heel stevig. Voorlopig gaat hij mee op het podium. En een grote kloof. Hij heeft even naar rechts gekeken. Oké, 3 is binnen. 1-2 kan ik niet aan, zegt hij. Dan stem ik mijn wedstrijd volledig af dat ik niet echt meer de vondst uit de kan moet halen. Want het seizoen is nog heel lang. Ja. En Lars van der Haar, die ziet daar goed natuurlijk. Hij is razendsnel aan de streek. Wanneer hij met dit spurtje, met dit groepje naar de spurt kan, dan zit het ook goed. Chris? Ik sta nog eens bij Christophe Roodhoofd. Hij heeft af en toe eens een metertje, Niels Albert, maar op de verkeerde plaats tot nu toe. Ja, inderdaad. Ik kan hem soms precies lossen richting aankomst, maar dat is het moment natuurlijk niet. Hè. Ze zijn allebei even goed. De laatste ronde is dat wel het moment natuurlijk.
Dat natuurlijk wel, maar het zal inderdaad afhangen van kleine foutjes die de ene of de andere gaan maken. Maar ik denk dat we hier allebei te maken hebben met twee mannen die een heel goede dag hebben vandaag. Ben jij ook aan het genieten dan van dit duel of zie je hem liever helemaal alleen rijden? Nou, ik vind het is wel echt een mooie koers nu. Hè. Het is topsport, het is een mooie koers. Ik vind dit wel oké. En deze volgende ronde moet het gebeuren? Ja, het moet op de meet gebeuren. Dat is genoeg. Dat is inderdaad waar. Christophe Rotter, bedankt. Dat is de grootste wielerwijsheid uiteraard. Ja, ten eerste of de meet komt wint natuurlijk. C is wielrennen zo simpel. Hè. Ja, maken dat je eerst aan de meet zet. Hè. Dat is het simpelste dat er is eigenlijk. Deze twee renners mogen gerust zijn. Zonder ongelukken komt Kevin Pauwels niet meer terug. Nog twee ronden te gaan. Dat is nog een goede 12 minuten. Ja, maar ze mogen het toch niet te dikwijls laten stilvallen. Want ik had een indruk dat Albert de baan omdraaien en zei: kom Sven, rijdt jij ook nog maar eens een rondje. Maar ik denk dat Sven al een paar keer zijn handen voor heeft met de versnellingen van Niels. Dus ik weet niet hoe schuld ik dat hij nog is om aan blok te rijden. En zie je de zuchtende Bart Arnouts hier in de laatste positie van dit groepje. Hij zal geen derde keer op rij tweede worden hier in Ruddervoorde. Er wel eens over vanavond. Ja. Ja, en hij ziet Bart wel eens, ziet de anderen voor zich uitrijden. Ik zie hem er nog naartoe rijden. Ja, maar er naartoe rijden wel. Maar als je al ganse cross daar op 50, 60 meter alleen ligt achter te rijden, dan weet je ook al wel hoe laat dat is, denk ik. En dan wordt het nog heel moeilijk om daar nog 2-3 man aan te pakken. Hè. Want ik denk dat de posities stil aan een klein beetje verdeeld zijn. Hè. 1, 2, 3. En dan hebben we het groepje eigenlijk. En dan zitten we daar met een Tom Meesen die heel snel is. En een Waars die heel snel is. Dus dan gaan we toch wel bijna ervan uitgaan dat die mannen 4-5 worden. Dus dan weet ik ook al hoe laat dat is in het geval van de Klaas van Torne bijvoorbeeld. Hè. Als je met die twee mannen moet de laatste ronde aanstaan. Verstelling van IJs. Ja, ja. De man die kan afwachten, gaat zelf proberen. Maar heel snelle reactie van Niels Albert. Ja, heeft misschien een klein foutje gemaakt of misschien een slipperje of even uit de pedalen geschoten, maar de kluif is al terug dicht. Qua conditie is Niels Albert top. Ja, en daar ook fout van Sven Nys. Het is heel moeilijk daar, hè? Dat is een heel moeilijk kantje daar, hè? Ja. En toch lopen ze daar niet. Hè. Ze proberen daar een beetje te hakkelen en te kaffelen eigenlijk, zullen we maar zeggen eigenlijk. Voilà. Dat is een beetje kaffelen, zoals we dat maar noemen. Hè, want kaffelen, ja. Kaffelen, nee. Het is ook zo, wanneer je daar afstapt, je verliest eigenlijk meer tijd, denk ik. Ja. Kan beter wat kaffelen. Ja, een beetje kaffelen. Hè. Het woord van 2012, zeker. Ja, ik weet het niet. Maar daarmee is Albert toch weer al op een hellingstje gereden. Ja, hier wel eens aansluiting bij het groepje van vijf daar. Ook jij daar aan de kaffelheuvel? Ik wou het niet zeggen. Dat is toch ook nog eens tijd daar. Hè? Ja, lastig hoor. Ja, ja. En hier vooraan, ze gunnen elkaar niks. Niks. Als een sphinx op de fiets, Sven Nys. Versnelling en je ziet het niet eens aan zijn gelaat. En hij is een klein beetje te kort gedraaid en voelt uit de pedaal. En dat gaat toch maken, denk ik, dat Niels het geloof ik toch weer al ver. Het is eigenlijk misschien een ozel, als je daar zo zit op te kijken. Maar die kluif van 10, 15 meter, dat is veel. Hè. Dat is eigenlijk niks en toch is dat heel veel van een wedstrijd. Hè. Zeker dit soort wedstrijden. Ja. Want je kunt misschien denken, komt die 10, 15 meter, dat is wel knippen en zet erbij, maar zo gemakkelijk is het niet. Het zijn 4 seconden. Hè? Ja, die mannen zitten ook op de limiet rijden. Het had alleen al daarom ook is die 15 meter heel veel. Hè. Die rijden echt zonder ruimerschot. Oh. Ja, daar ook even stilstaan om... Ik wou zeggen, wat gaan Nys daar doen, maar ja, het is gewoon omdat het zo schaar is. Ja, het is echt moeilijk hoor. Ja, en Albert moet het ook doen. Want dit lijkt geen helling, maar geloof me, dit gaat hier. Er zijn serieus hoogteverschillen die het elke keer op en af moeten doen.
En je moet proberen hoog te blijven, anders zak je te veel tegen dat blauwe spandoek. Ja, en wat je ook begint te zien eigenlijk, daar moeten we eens op letten. Ze rijden niet altijd in hetzelfde spoor. Maar dat de vorige wedstrijden. Kijk hier ook. Hè, dus, dat zie je heel duidelijk. Dat spoor na de aankomst eigenlijk. Dat zij er al gaan naast rijden. Dat wil zeggen dat ze ook een ander trek kiezen. Maar dat is ook met een andere snelheid dan die andere renners. Of de andere categorie die voor hun gereden hebben. Niels Albers veel beter door het zand gegaan dan Sven Nys. Want hij is terug in de zandbak dichter gekomen bij de kampioen van België. En Paulus zit zo ver nu ook weer niet. Nee, ze mogen niet talmen. Niet talmen zal ik maar zeggen. Hè. Dus ze moeten niet echt het tempo echt een ganse of een halve ronde laag laten, want dan is hij daar. Hè. Hier gaan we het verschil in stijl zien. Nu, ze kunnen het allebei ongelooflijk goed natuurlijk. Feit is dat Niels Albert hier in tweede positie veel efficiënter door die zandbak gegaan is dan Sven Nys. Tenminste in deze passage. Ja, ja, het hangt gewoon van ronde tot ronde af. Hè. En alles hangt ook gewoon af. De eerste die er doorrijdt maakt de spoor, maar als Van Nys op kop zit, die laatste die er doorgereden heeft, dat is eigenlijk een renner die bijna gedubbeld is en die zal er waarschijnlijk heel slecht doorrijden of zelfs lopen en dan heb je gewoon geen spoor. Dus het is een beetje kiezen, hè. Oftewel ga je er eerst door, heb je geen spoor, maar heb je wel de kans of het geluk misschien dat je 10 meter neemt. Of je doet wat als Niels van, oké, ik rijd er tweede door, ik pak het spoor van Nys, maar ook de kans dat je 10 meter verliest. En die zijn duidelijk in de laatste ronde. Hè? Dit is best spannend. Chris? Wel, ik sta bij een kenner. Dat is de bondscoach toch, Rudy De Bie. Zeg eens, wie verwacht jij straks als eerste over de streep? Oh, het zal moeilijk zijn. Het is onzacht tegen keihard. Oh, de laatste spurten heeft Sven Nys iedere keer toch vrij overtuigend gewonnen. Maar ik geef hem nog niet gewonnen. Alhoewel hier met dat vele draaien en keren Sven Nys een lichtvoordeel heeft. Die wereldbekerselectie nog even daarover. Wanneer ga je die bekendmaken? Morgen al? Oh, misschien morgen. Ik zit ook met de jeugdselecties. Het is toch een zware dobber. En ik probeer het toch zo eerlijk mogelijk te doen. In principe kan ik nog een week wachten tot na Ronsen. Maar... Ik ga morgen met de technische commissie overleg plegen en als we eruit komen, dan zal het van de week al zijn. Oké, dat horen we dan wel, maar vandaag aandacht voor die wedstrijd, aandacht voor die slotronde tussen Nys en Albert. Ja, 57 minuten zijn ze onderweg, nog 6 minuten hebben ze te gaan. Ze kijken om, voorlopig geen Kevin Pauwels te zien. Ofwel wint Niels Albert deze wedstrijd, ofwel Sven Nys. En Niels Albert heeft hier nog geen enkele keer gewonnen. Sven Nys heeft hier al 8 superprestige matches gewonnen. 1 gewone wedstrijd hier in Ruddervoorde in 97. Toen was het nog geen superprestige. En hij is er ook al kampioen van België geworden in deze stad. Dus al 10 keer heeft hij hier zijn handen in de lucht mogen steken. Nou, Paulus is toch niet echt ver als ik dat hier zie, hè, aan de aankomst. Het is misschien te laat, maar normaal gezien ga je niet meer terugkomen. Hè. Ze gaan het veld induiken en dan gaan Niels of Sven gaan gewoon het gas zo hoog houden. En hopen dat er een van de twee een klein foutje maakt. Dat genoeg is eigenlijk om naar de overwinning te rijden. Ja, en Van der Haar, Dieter van Toornhout en Klaas van Toornhout, ze rijden weg van Meeuwissen die op de tanden bijt. En dan Van Amerongen en Welles, zij gaan het moeilijk krijgen. En hier praten met elkaar. Niet echt praten, maar toch een beetje kijken denk ik naar elkaar. Hè. Nog niet echt een duvel aan doen, maar toch het moment kiezen. Hè. En ik zie daar Kevin Pauwels. Hè. Ik zie daar Kevin Pauwels. En Kevin Pauwels heeft die andere twee ook gezien. Hij gaat echt te laat komen. Waarom? Omdat die mannen nu een versnelling gaan inzetten. Hè. En hij zit ook al gans die cross eigenlijk in die derde positie te rijden. En heeft ook de kloof gewoon niet kunnen dichten. Hè. Ja. Anderhalve lus achterstand voor Kevin Pauwels. De vraag is, wie zet er hier staan? Dus... Nys momenteel. De tienvoudige winnaar of Albert. Ik zei nog niet gewonnen, vorig jaar natuurlijk. Aanzetten, oude fiets, trappetjes en Niels sluit terug aan. Ja, ja, in het wiel hoor, in het wiel. Ja. En gaat daar niet te veel ruimte meer laten nu.
Ja, maar de eerste positie is ook de veiligste positie nu. Maar dat zijn hier die vervelende stukken. Ja, links-rechts, links-rechts. En de eerste die een fout maakt is gezien, hè. Ja, kijk hier. Nu loopt hem wel. Ja. Hier aan de tafel. En Albert fietst. Blijft. Maakt niet veel uit nu op dit ogenblik. Ja. Ja, en de supporters die worden gek natuurlijk. Wenke bediend. Deze strijd willen ze zien het hele jaar. En ze krijgen hier in de eerste topcross van het seizoen. Is het al van dat? En die is het volgens mij niet aan blok, hè. Want je had toch gemakkelijk de tijd om eens even naar rechts te kijken waar dat Paulus zat. Dat is zeker niet aan blok zitten, hè. Ik denk dat we naar de spurt gaan. Ja, we zien wel. Ja, we moeten nog door de zandbak, maar ik weet niet of dat daar genoeg gaat zijn om de koers te bepalen momenteel. Omdat ik heb de indruk dat Nijs eerst het commando wil nemen en het tempo wil bepalen zelf. Dus zijn eigen ritme een klein beetje opleggen. Maar Niels zit volgens mij gewoon niet echt kapot, hè, in dat wiel. Hij gaf mij een goede indruk alleszins, Niels Albert. Sven Nijs, kijk, Tom wordt ook een beetje zenuwachtig natuurlijk. Maar die heeft zoveel ervaring, zoveel gewonnen. Het is afwachten, het is gewoon kijken. De kasseizone die hier ooit aangelegd geweest is toen de zandbak van UCI niet meer mocht. Maar het is eigenlijk een kasseistrook. Het is een autostrade, heel goed bereidbaar. Maar wanneer het regent, kan die gevaarlijk glad liggen. Dat is dan wel de moeilijkheid. Ik denk dat Niels gewoon gaat bewijzen dat ik Sven kan kloppen in de spurt. Na volgende week. Wel, dat is mooi. Maar dan moet hij het ook nog wel doen. Versnelling nu van Nijs. De plek waar Niels Albert het vorige ronde deed. Maar de kloof is wel rap dicht, alle keer. Ja, ja, ja. En hier dan dat moeilijk bochtje. Hoog blijven in het gras moet je. Allebei prima gedaan. Nijs heeft dat gezien. Kijk even om. Hier volle bak naar beneden. En nadenken nu. Ja, gewoon ondergaan. Hè. Momenteel gewoon ondergaan in het geval van Niels. Omdat ik heb de indruk dat er goed zit gewoon. Ja, een versnelling, want hij wil natuurlijk eerst in dat zand geraken. Dat is hetgeen dat hier al aan het gebeuren is. Hier is dat zand. Ja, dat denk ik toch niet echt heel veel moeite. Dus ik heb het gevoel dat we gewoon gaan lukken voor allebei. Dus dat hij daar zeker geen kloof kan laten. Een paar metertjes. Is dat genoeg? Ja. Dankzij de snelheid van optrekken nu. Kijk, Tom ziet dat hij een kloofje heeft van een meter of vijf. Niels Albert heeft nog tijd om terug te komen. Maar hij mag niet met deze kloof aan die laatste rechte lijn beginnen. Want dan komt hij te laat. Hij gaat terug terugrijden. Conditioneel niks aan de hand met Sven Nijs. Ik krijg daar van het publiek nog wat raadgevingen. Maar dat hebben ze niet meer nodig op dit ogenblik. Dat is te laat. Uit de achtergrond komt niemand terug. Het is Albert of Nijs die hier wint. En Albert gaat gewoon Nijs de kop opdringen. Of toch de kop opdringen in de sprint. Hij gaat zeker niet als eerste aanzetten. En hij gaat hem gewoon proberen te kloppen. En dan zeggen, voilà, ik ben ook snel. Omdat hij krijgt daar een klein beetje kritiek op. Hè. Dat Nijs toch rapper is. En, ik denk dat hij gewoon zoveel lef heeft om dat gevecht aan te gaan. Ja, het zou voor Niels Albert ook mooi zijn wanneer hij hier wint. Pakt hij zijn 50ste overwinning in A-cross sinds hij beroepsrenner geworden is. Albert werd prof januari 2008. Heeft natuurlijk al meer A-wedstrijden gewonnen ook. In zijn beloftetijd heeft hij er vrij veel gewonnen. En cijfertjes, daar houden ze wel van. Maar we gaan hier naar het einde van die wedstrijd. We gaan naar het einde. We gaan naar de sprint. Ja. Ze gaan gewoon met tweeën. Omdat Albert ook geen enkele keer nog de moeite gedaan heeft om op kop te gaan zitten. Dus hij wil gewoon, hij is een leftcloser. Alleen zien dat je natuurlijk geen klein foutje maakt. Natuurlijk, ja. Dat moet je niet doen. Hè. Een bocht of 4-5 en dan zit het erop. En daar is Nijs wel iets beter, maar... Hij geeft hem niks. Heel vinnig en goed gedraaid, maar kijk, ze zitten gewoon in mekaars wiel. Voilà, en kijk, hier op het asfalt
Nog één bocht. Hier begint de spurt al. Hier begint de spurt al. En opletten. Nu, ja, hier hebben we. Sven van Toornhout al is onderuit zien gaan in die laatste bocht. Dit kan moeilijk worden voor Niels Albert. Dat kan moeilijk worden. Hij moet van te ver komen, Niels Albert. Dat gaat niet meer lukken. Sven Nys gaat hier winnen. Sven Nys gaat hier winnen. Niks aan te doen. De kampioen van België is de sterkste. De koning van de vrijgewijde straat. Man, 11e keer dat hij hier wint. Niet te doen. Knap tweede, Niels Albert. Heeft zich een klein beetje laten. Hij heeft niet verwacht, denk ik, dat Nys daar al ging aanzetten. En ja, voilà. Weer de lepert, zullen we zeggen. Toch weer al de ervaring, zoals gezegd. De ervaring. Die 5 meter pakken en dat is genoeg. En Pauwels, zoals in het kampioenschap van België, ook op het podium hier in Ruddervoorde. Ploegmaat Klaas van Toornhout, die gaat vierde worden. En dan een spurtje voor de vijfde plaats tussen Tom Meeuwsen, Dieter van Toornhout. Wat gaat die volgorde worden? Meeuwsen wordt vijfde. Dieter van Toornhout zesde. Van der Haar zevende. En dan achtste plaats voor Bart Welles. Negende voor Bart Arnouts. En dan allicht Thijs van Amerongen die tiende gaat worden. Ja, wat een suspense hier. En wat heeft Sven Nys dat toch weer mooi afgemaakt. Het is niet te geloven. Hè. We zullen het maar op de ervaring houden. Hè. En de man die 11 keer al eindwinnaar werd van de Superprestige gaat hier de allereerste leider worden in de Hans Grohe Superprestige, zo heet dat klassement vanaf dit jaar. Helemaal in de achtergrond zien we daar een afbeelding van Pief de Bouwer, dat is Geert Pieferoen, organisator hier. Hij komt op voor de verkiezingen hier volgende week. Felicitaties van Niels Albert voor Sven Nys. Man, dit is een zware koers geweest. Licht parcours, maar ongelooflijk zware wedstrijd. Hier hebben we het moment eigenlijk dat hij pakt daar toch twee fietsen eigenlijk op dat bergje eigenlijk. En hij zet dan ook onmiddellijk aan, want natuurlijk Sven moest dat ook doen. Hij mocht daar niet meer de gas dichtdraaien en hem laten in het wiel komen, want dat was te zeker sowieso gedaan. En hij speelt dat heel prachtig uit. En ja, dat is een beetje balen van Niels Albert. Hè. Maar dat is sport. Dat is sport en dat maakt ook dat nu de reëer is. Ja, het is niks, hè. Christophe geeft zich momenteel naar het podium voor het ceremonieprotocolair. Mooi. En we zien daar nog renners binnenkomen. Geoffroy komt hier binnen. Ik zal u straks wel de uitslag meer volledig geven. Nog een spurtje hier met de Nuwelaren. Met Wubben en Walsleben. Duval, Boulot, Adams, Al. Ook de knecht komt daar binnen en helemaal in de achtergrond. Zwart-gele trui, dat is Enrico Franzoy. Maar als ik goed geteld heb, is dat 25e Franzoy. Van Compernolle dan. En Chris, jij hebt al iemand aan jouw microfoon. Inderdaad, ik heb Bart Arnouts, de man die vorig jaar tweede werd, vandaag vrede moet nemen met de 9e plaats. Teleurgesteld, denk ik dan? Ja, een beetje wel. Hè. Ik moet eerlijk zijn, ik vrees dat er voor de wedstrijd al wel om. Mijn conditie is wel nog een stukje minder dan vorig jaar rond deze tijd. Dat heeft wel een beetje met mijn voorbereiding te maken, denk ik. Met die operatie? Dus iets minder kunnen trainen in de zomer, maar... langs de andere kant moet ik misschien ook niet klagen en het is nog vroeg. Dus ik hoop, vooral de tweede helft in de wedstrijd moet nog veel beter. In het begin gaat het wel, maar het is nu toch al de derde keer dat ik in de finale wat tekort kom. Dus daar moet ik aan blijven werken en ik ga er wel vanuit dat het de komende weken nog ietsje beter kan. Dus misschien iets meer gedoseerd rijden in het begin van de wedstrijd, dat in de finale me wat kan helpen. Dus we moeten nog even kijken. Tegen wanneer staat Bart Arnouts weer op scherp? Je hoopt zelf natuurlijk zo snel mogelijk. Hè.
Ik had wel stiekem gehoopt om hier beter te doen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Maar dat hoort er ook bij. Dus gewoon blijven trainen en doen wat ik moet doen. En dan komt dat dit seizoen nog wel beter tot zijn recht. Veel succes volgende week. En ik haal er hier Tom Meemse bij. Tom, je bent vijfde geworden hier vandaag in Ruddervoorde. Is dat een plaats waar je vooraf ook al voor getekend had? Nee, een strikvraag. Nee, zeker niet. Ik heb geen seconde in wedstrijd geweest. Ik weet niet wat het is. Ik raak echt niet in mijn ritme in het begin van de wedstrijd. Ik kan gerust 2-3 uur deze tempo blijven rijden. Maar een ronde versnellen lukt niet. En, normaal zouden mannen van Sven Nijssen een leeftijd moeten voor hebben. En ik ben 23 jaar en ik heb dat al voor. Dus denk ik even moet rusten of iets anders begin te trainen. Of gewoon eens gaan vragen aan die grootmeester die hier nog altijd wint. Daar durf ik niks meer aan vragen. Daar krijg ik meer en meer respect voor. Vandaag weer winnen, knap. Heb je daar iets van kunnen zien? Ervaar je dat, hoe snel dat hij rijdt? Ja, ik weet hoe hard ik aan het afzien zijn. En ik weet hoe die mannen dan nog van mij weggaan. Dus dat is teken dat het hart gaf van voor. Kan je die kloof nog dichten? Ik denk het wel. Nee, ik zeg niet met de eerste drie, maar mijn niveau moet gewoon beter. Op zich is dit een wedstrijd die je moet liggen, hè, Tom? Zelfs beter als vorige week, maar ik zeg het, ik raak er niet in mijn ritme vandaag. Oké, okay, niks aan te doen. Een eerlijke Tom Meemse. En we gaan er nog een Nederlander bij halen, Lars van der Haar. Lars, zeg iets zelf. Wat vond je van je eigen wedstrijd? Eigenlijk heel goed, alleen ik heb gewoon één groot probleem gehad en is dat ik niet in mijn pedalen kwam. Dus op een gegeven moment moest ik elke keer, als ik terug was gereden naar Nijs en Albert, moest ik er weer 20, 30 meter laten. En omdat ik gewoon niet kon trappen direct. Ja, en op een gegeven moment kom ik er steeds verder naar achter en op een gegeven moment besloten om te wisselen. Ja, daar kom ik nooit meer terug, maar eenmaal in mijn oude pedalen ging het 5 keer zo goed. Had het verhaal anders kunnen lopen zonder die verdomde pedalen? Nou, had ik waarschijnlijk wel in het wiel kunnen blijven zitten, denk ik, ja. En dan had je misschien meegesprint? Nou, dan had ik misschien denk ik maximaal derde kunnen worden, maar meer zat er denk ik niet in. Alweer een eerlijke renner, we houden ervan. Bedankt Lars van der Haar. Ja, Sven Heijs op het podium nog maar eens. Voor de 251ste keer in zijn carrière wint hij een cross bij de elite renners. Man, 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 wat een carrière. Flessen champagne van de organisatie van Kurt van Esten, secretaris van de Hanse Grohe Superprestige ook. De man die de organisatie eigenlijk tot een hoger niveau getild heeft de laatste jaren ook, mogen we gerust zeggen. Mooi podium, Nijs wint voor Niels Albert, die erg ontgoocheld is natuurlijk. En Kevin Pauwels, die al bij al blij is met zijn derde plaats. Niet dat Kevin Pauwels twijfelde na de vorige wedstrijden, maar het doet zeker en vast deugd wanneer je vroeg in het seizoen, en laat ons maar zeggen, dit is de eerste grote afspraak van het seizoen, en je staat meteen op het podium. Dit zijn ook de drie namen die verwacht werden het hele jaar. Wel, dat is alvast goed begonnen. Er zit nog logica in, maar wees maar zeker dat we nog andere namen er gaan tussen krijgen in de loop van het jaar. Zoals een Van der Haar, zoals een Meuse van Tornhout en Welles. Ze gaan zich er ook wel eens tussen murwen. Felicitaties daar van de sponsors, van de burgemeester, man met de bril, dat is burgemeester Luc van Parijs. Ook hij staat voor een belangrijke week natuurlijk hier in Oostkamp. Want Ruddervoorde is een deelgemeente van Oostkamp. Dit is de uitslag dus. Nijs voor Albert en Pauwels. Klaas van Tornhout pakte de vierde plaats. Dan spurte Tom Meus naar een vijfde plaats voor Dieter van Tornhout en Lars van der Haar. Die dus last had met zijn pedalen. Bart Welles was achtste. Bart Arnouts negende. En Thijs van Amerongen pakte de tiende plaats. Goed teruggevochten was Rob Peters. Hij finishte elfde, voor zover ik goed gezien heb. Peters was daar elfde. En dan hadden we verder ook nog Jim Arnouts, denk ik, die ik als 12e heb zien binnenkomen. Inderdaad, voor Taramarka, Zlamalik en Sven van Tornhout, die nog één superprestigepunt pakt. Geoffroy, de Nieuwelaren, Wubbe, Walsleben en Duval, zij pakken geen enkel punt meer. De mensen van de Spreeuwen afstaan, mensen de dames die de wedstrijd heeft gewonnen. Uiteraard is Sven Heijs ook de eerste leider in de stand van de Hanse Grohe Superprestige. Dit is gewoon de uitslag opnieuw, maar zo ziet u meteen hoe die puntenverdeling werkt. Heel simpel, 15 punten voor de winnaar, 14 voor de tweede, 13 voor de derde, tot plaats 15. Die man krijgt 1 punt en zo gaan we door de andere wedstrijden.
tot en met Middelkerke halverwege februari. En dan beginnen we te bepalen. Dan weten we uiteraard wie opvolger wordt van Sven Nys. Chris? En hier staat hij dan, Sven Nys, met de 10e eindzege in Ruddervoorde, of de 10e zege in Ruddervoorde op zak. Wat een gelukkig man moet jij zijn. Ja, inderdaad. Ik had een hele sterke compaan vandaag. Niels was ook. Ja, ik denk dat we elkaar waard waren. En je zag gewoon als hij op kop rijdt dat ik af en toe een metertje moest laten. Dat was ook omgekeerd af en toe zo. En hier en daar maakte hij alles een foutje waardoor ik druk kon zetten. En dat kost op het einde van het verhaal toch wel heel veel krachten. En ja, dan is het gewoon hard tegen ons achter de laatste ronde. En ik dacht, ik ga toch nog proberen van de spurt te ontwijken. Zo lang mogelijk de benen stilhouden, maar toch op kop zitten. En dat lukte vrij aardig. En de laatste 2-3 bochten ben ik gewoon vol aangegaan. En er zat heel veel kracht op. Waardoor hij 10 meter moest prijsgeven en die hebben kunnen houden tot aan de finish. Dus dat wil wel zeggen dat ik nog iets over had aan het einde. Je bent die volledige slotronde ingegaan als leider en dat ook zo gehouden. Dat was bewust natuurlijk. Ja, dat is bewust. Ik denk wel dat ik het aan zou gedurfd hebben om ook als tweede achter Niels die laatste ronde in te gaan. Omdat ik vond dat ik dat wel kon houden. Maar het is altijd relaxed als je als eerste kan rijden en dan mag je al eens een foutje maken. Dat heb ik ook gedaan, helemaal aan de achterkant. Maar dan moet hij mee van de fiets en dan is het niet zo erg. Dan heb ik druk gezet in de zandbak en dan pakte ik een paar meter. En als hij die moet dichtrijden zo laat in die laatste ronde, dat kost heel veel krachten. En even terug hersteld en nog een keer aangezet en dat was voldoende. Die 12e eindzege, je zei vooraf, maar ja, dat is geen ambitie dit jaar. Maar ja, daar sta je dan weer hè, aan de leiding. Ja, maar ik ga daar absoluut niet mee bezig zijn. Ik probeer gewoon wedstrijd na wedstrijd hele mooie dingen te doen. En ik heb gewoon echt alleen maar met deze wedstrijd bezig geweest, er vol voor gegaan. En er gaan zeker wedstrijden komen dat ik dat ook eens ga proberen. En misschien een keer serieus met mijn kop tegen de muur ga lopen. Ik ga niet rekenen dit seizoen. Ik wil gewoon proberen van altijd voor de overwinning te gaan. En dat kan mij soms wel eens heel veel punten kosten aan het eind van het verhaal, maar dat maakt niet uit. Ik probeer te genieten van iedere wedstrijd en het is heel mooi om zo te kunnen winnen. Sven Nys, mag ik je bedanken. Zonder jou was het in ronde 4 al afgelopen. Dat was Niels al weg. Je bent altijd zo sterk als degene die met u meerijdt. En waarschijnlijk had Kevin dan de kloof kunnen dichten op Niels en had het een ander verhaal geweest. Er zullen altijd jongens zijn die mij kunnen vervangen. Maakt u geen zorgen. Ook de cross zal ook blijven bestaan als ik er niet meer bij ben. En hoopvol. Sven Nys, dikke proficiat. En ik ga naar Kevin Pauwels. Want ja, de grote 3 staan op het podium. Kevin Pauwels is wel de laatste op dat podium. Wat voor gevoel geeft dat je? Ik ben blij dat ik erop sta. De voorlaatste wedstrijden waren niet zo goed. En dan moet ik blij zijn met die derde plaats, denk ik. Het is 10 plaatsen beter dan vorig seizoen, toen je hier 13e eindigde. En je blijft zeker in koers natuurlijk voor die superprestige. Dat was heel belangrijk, hè, vandaag. Ja, dat is zo. Die superprestige zou ik misschien het wat liefst winnen van alle klassementen. En dat heb ik vandaag ook gedaan. Hoe veel te snel reden ze voor Kevin Pauwels? Oh, niet veel te snel, maar ik moest even wisselen omdat mijn stuurbal los stond. En ja, ik zat wat te ver van achter en toen heb ik het nog proberen dicht te rijden, maar dat lukte juist niet. Vooral door het loszand, waar ik weer steken. En dat is altijd een slecht punt voor mij, dat loszand. Verdomme, dan leggen ze hier zo'n klein beetje zand en dan is dat toch wel de spelbreker, zeg, voor Kevin Pauwels. Ja, het zal altijd zo blijven, denk ik, dat ik iets minder ben in het loszand dan de rest. Tegen volgend weekend sta je helemaal op scherp en strijd je mee voor de bloemen? Ik hoop het, ja. Vorig jaar heb ik daar gewonnen, dus hopelijk kan ik hetzelfde doen. Veel succes daar in Ronsen, want daar hebben we het over. En ik heb Niels Albert ook bij mij. Niels Albert, wat een wedstrijd van jou, zeg. Ja, het is voor mij dan en voor mijn fans de verkeerde winnaar, maar ja, dat is de koers. Hè. Ja, ik zeg het, wat een wedstrijd, want dat was het ook gewoon. Je wint wel niet, maar je hebt spankracht gezorgd tot op het einde. Ja, het verschil maken op deze ronde was gewoon niet mogelijk. Te veel draaien en keren. En, het is echt een kermis, zoals ze zeggen. En ja, dat is jammer. Je probeerde wel af en toe. Je pakte dan 2-3 meter. Maar dan kwam dat lange rechte stuk er weer aan. Ja, het is gewoon draaien en keren. En tegen 10 per uur. En van de ene bocht naar de andere bocht. En op die lange rechte stukken of de lastige stukken kun je al eens een verschil maken. Maar dan komt er weer een technische zone aan waar dat het weer rond tafelen is eigenlijk. En daar is Sven de beter van mij. En daar moest ik het telkens aflaten. En
Ja, kijk, daar rijden we met twee de laatste ronden in. En dan heb ik al op de sprint willen zetten en maak een klein foutje in de laatste twee bochten. En Sven pakt 10 meter en de koers is voorbij. En ik was klaar om hem dat mee te rijden, maar het heeft niet mogen zijn. Je geloofde erin, in die sprint, als het tot een echte sprint was gekomen? Jawel, maar de laatste zone, voor net eigenlijk de weg op te draaien, is op het lijf geschreven van Sven. En ik wist dat ik daar knal in het wiel moest zitten en daar zat ik ook. En dat ene foutje, ja, dat was de koers en Sven wint. Niels Albert gelooft dat hij ooit een sprint wint van Sven Nys? Daar ben ik zeker van. Dat is mooi. Veel meer is dat, valt daar niet aan toe te voegen. Bedankt Niels Albert voor de knappe wedstrijd die je hebt gereden. Dankjewel Chris. Voilà, nummer 1 zit erop. SP Ruddervoorde, dat wil zeggen Hans Grohe Superprestige. We hebben er nog 7 te gaan in dit regelmatigheidsklassement. Onze volgende afspraak is op 4 november in Zonhoven. U kent die cross, jonge organisatie. Maar de spectaculairste aanwinst uit de geschiedenis vind ik van de Superprestige. Met die ongelooflijke put, die arena in het zand. U zit ofwel die dag ter plaatse, ofwel kijkt u tv. Het is gewoonweg een must. Verder Hammelzoggen, Gaveren, Gieten, Diegem, Hoogstraat en Middelkerken. En tussendoor kunt u op 4 ook nog kijken naar de Soudal Scheldeprijs in Antwerpen en de Soudal Cross in Leuven. Dat zijn decembercrossen. Mark Janssens, ik dank je voor de uitleg alweer, voor het gezelschap de hele namiddag. Ik dank Tony Proesmans en zijn equipe om alles feilloos in beeld gebracht te hebben. En wij zien en horen elkaar terug op 4 november vanuit Zonhoven. Tot dan.